Dames en heren raadsleden, hartelijk welkom. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de mensen op de publieke tribune. Uiteraard voor het college, voor zover aanwezig. En uiteraard de mensen die thuis kijken en meeluisteren. Ook van harte welkom op deze laatste raadsvergadering voor het zomerreces. En ik heb begrepen dat er van ons al een aantal is dat meent dat dat zomerreces al is ingegaan. En dat gaat dan om mevrouw Bakelaar van het CDA, die er dus niet is. De heer Dunnewind is er niet. De heren Bongers en Remmers van LPO zijn er niet. Wethouder Katerberg is er niet. Er zijn er ook nog wel, wees u gerust. En de heer Verkerk is evenmin aanwezig. Vandaar dat u mij hier op deze plaats ziet zitten met de grote verantwoordelijkheid u naar een goed einde van dit seizoen te leiden. En dit alles natuurlijk met hulp van de griffier, die mij overigens zojuist op het hart heeft gebonden goed gebruik te maken van de microfoon. Gaan wij nu over naar de agenda. Opening is bij deze gebeurd, vaststelling van de agenda. Ik heb begrepen dat de VOV mag het zelf ook zeggen. Gaat uw gang, heer Middelkamp. Voorzitter, als u het begrepen heeft, is het ook goed. Als we maar vaststellen dat de VOV een motie vreemd heeft voorbereid. En die zouden wij graag daar waar u dat belieft geagendeerd zien. Voorzitter, dank u wel. Dat verzoek is uiteraard ingewilligd. En de voorzitter heeft in overleg met de griffier besloten om dat tot agendapunt 8 te maken met uw welnemen. En agendapunt 8 uiteraard te vernummeren tot 9, de sluiting. We kunnen het daarmee eens zijn, neem ik aan. Dan is bij deze, denk ik, de agenda zo vastgesteld. En ik heb geen andere opmerkingen gezien hierbij. Dan gaan we over naar agenda punt 2, het vragenhalf uur. En ik heb begrepen dat de Partij van de Arbeid, de heer Moerman, een vraag heeft over het reclamedoek van de Rolbrink. Heer Moerman, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. We zijn ons bewust dat dit eigenlijk een schriftelijke vraag is, maar gezien dit de laatste raadsvergadering van het zomerreces is, zou het antwoord wel heel erg lang op zich laten wachten. Dus vandaar op deze manier. Voorzitter, bij de vraag over de Rolbrink. Bij de Rolbrink staat een groot doek voor bedrijfskavel op de Rolbrink. Daaronder hangt een reclamebanner voor een onderneming uit Hardenberg. Daarover hebben wij de volgende vragen. Bent u het met ons eens dat het reclamedoek dat onderaan het bord van de Rolbrink is bevestigd afbreuk doet aan de boodschap van het bord voor de Rolbrink? 2. Heeft deze onderneming uit Hardenberg een vergunning nodig om een doek eronder op te hangen? En zo ja, is die vergunning afgegeven? 3. Is het mogelijk om vast te stellen dat er geen doeken onderaan het bord van de Rolbrink bevestigd mogen worden? En 4. Zo ja, kunt u ervoor zorgen dat het doek van het Rolbrink reclamebord wordt verwijderd? Voorzitter, waren het vragen. Dank u wel. Dank u wel voor die vragen. De wethouder zal daarop ingaan. Dank u wel, voorzitter. Het antwoord op de 4 vragen is ja. Ja, nee, ja, ja. Het doek is verwijderd en het probleem is opgelost. Dank u wel voor uw bijdrage in het vragenhalf uur. Dan is hiermee het vragenhalf uur ook weer voorbij. Of zijn er nog vragen? Dank u wel, meneer De Vries, voor uw bijdrage. Gaan wij over naar agenda punt 3, vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergaderingen van 22 juni en van 29 juni. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen en ook nu zie ik niemand neiging hebben tot opmerkingen. Dan zijn die bij deze vastgesteld, dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 4, mededelingen vanuit het college van, hier staat burgemeester en wethouders, vanavond dus wethouders. Zijn er mededelingen? Er zijn mededelingen. Heer Schelen, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb mededelingen rondom de onderwijshuisvesting. Allereerst dat de Bernardenschool aangegeven heeft de zomervakantie te willen benutten voor een grootscheepse renovatie. Dat betekent dus dat we per 1 september een gerenoveerde Bernardenschool zullen zien. Alweer een school die vernieuwd is. En dat doet natuurlijk de vraag rijzen hoe het nu staat met het Kindplein. Nou, daar kan ik van melden dat gisteren een bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden. Met een nogal bijzondere insteek. De 3 schoolbesturen hebben namelijk aangegeven het bouwheerschap te willen op zich nemen. En dat betekent concreet dat zij de initiatief willen pakken voor het Kindplein West. Ik denk dat dat een positieve ontwikkeling is die in ieder geval hun daadwerkelijke betrokkenheid bij dit project nog eens een keer onderstreept. Dit najaar volgt de nadere uitwerking en uiteraard houden we u van de ontwikkelingen nauw op de hoogte.
Een tweede mededeling die ik heb, dat is een wat treuriger bericht over bibliotheek. Het is zo dat de bibliotheek Ommen samen met Dals, Oostweijen en Raalte in een fusieproces verwikkeld zijn. Ik heb vandaag het bericht gekregen dat het bestuur van de Stichting Openbaar Bibliotheek Ommen en de voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Salland van mening zijn dat er geen reden meer is om dit fusieproces verder te doen vormgieten. Zij zijn van mening dat ondanks de goede intenties te veel verschillen bestaan tussen de drie organisaties en, zoals ze het zeggen, de bestuurlijke context waarin deze opereren. En het komt erop neer dat er dus blijkbaar een verschil van inzicht was met Dalsen. We hebben aangegeven dat we fusiebeweging met Raalte en ook met Oostweijen wel degelijk van belang vinden, omdat daar heel goed mee wordt samengewerkt. Het bibliotheekbestuur heeft tegen mij gezegd dat ze dat gaan bekijken en dat daarover dit najaar nader bericht komt. Dan zal ik u uiteraard ook informeren. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Er zijn inderdaad vragen. De heer De Vries. De eerste vraag is rondom de renovatie van de Bernardusschool. Is de vergunning al afgegeven voor de bouw van de twee lokalen? Ga de gang. Voor zover mij bekend wel, maar ik zal ik heb hem nog even nagaan. Ik heb hem gepubliceerd dat gezien. Oké, okay, nou ik zal het voor u nagaan en kom ik schriftelijk op terug. Ja. De tweede vraag is, het zal u ook bekend zijn dat de omstandigheden in de bouwsector aan het veranderen zijn. Dat betekent dat bij aanbesteding de resultaten er anders uitzien dan voorheen. Ik zou graag u willen verzoeken om met name ook vinger aan de pols te houden rondom het bouwbudget wat wij beschikbaar hebben voor het Kindplein. Want nogmaals, we hebben daar een bepaald budget voor vastgesteld, maar de vraag is gezien de ontwikkelingen of dat nog haalbaar blijft. Ja, daar heeft u zonder meer een goed punt. Het is overigens zo dat zeg maar, de feitelijke bouwen natuurlijk pas over meer dan anderhalf jaar gebeurt. Hè, dus we weten niet hoe dat zich ontwikkelt. Maar zoals het nu lijkt, is het inderdaad, wordt het krap aan met het huidige budget en we zullen dat zeker monitoren. Mevrouw Schunselijn wilde ook nog een vraag stellen. Gaat uw gang. Ja, dank u voorzitter. Even over de bouw van het Kindplein West. U zegt terecht van op termijn horen wij daar meer over. Ik zou toch wel graag nu al aandacht willen vragen voor straks de juridische aspecten van het geheel. Want iemand kan al bouwheer zijn, maar waar ligt de verantwoordelijkheid? Dus ik zou dat graag toch ook, en dat kunt u nu niet doen, dat begrijp ik, maar toch op termijn ook graag iets meer duidelijkheid over willen hebben. Ja, voorzitter, daar heeft mevrouw Schunselaar groot gelijk in. Het is overigens zo dat de gemeenschappelijke stuurgroep wel blijft bestaan. Dat ook op grond van artikel 103 van de wet de gemeente ook daadwerkelijke betrokkenheid heeft en blijft. Hoe het ook zij, de gemeente blijft economisch eigenaar. Het economische eigendom blijft ook in een juridische positie bij de school altijd bij de gemeente. Dus wat dat betreft is er ook een waarborg. Tot zover de discussie dan maar in dit vragenhalf uur. Of sorry, in de mededelingen. Gaan wij over naar agenda punt 5, bespreekstukken. De versnellingsagenda maatregelenplan 2017-2019. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Kijk even het rijtje af. Mevrouw Makkenga. Eigenlijk iedereen, denk ik. Niet uitgezonderd één. Gaat de gang, mevrouw Makkega. Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissiebehandeling is al uitvoerig gesproken over deze versnellingsagenda. En de aanvullende informatie geeft nogmaals aan dat versnellen en kwaliteit hand in hand blijven gaan. Dat spreekt ons aan. Evenzo de ruimte voor een nieuwe initiatief in het centrum, het levensloopbestendig bouwen en de zorgvuldige aandacht voor het realiseren van de crisiswoningen. CDA heeft nog wel een paar punten waarop wij graag een reactie van de wethouder willen. Allereerst gaat het over de gastloze woningen. De LPO heeft hiervoor een lans gebroken in de commissie en het spreekt ons ook erg aan om een deel van de wijk hiervoor aan te wijzen. En wordt dit nu ook inderdaad meegenomen in de uitvoering, want het werd niet duidelijk uit de extra informatie die we ontvangen hebben. Tweede punt is de tiny houses, oftewel klein of mini woningen. Is ook een ontwikkeling die in opkomst is en volgens ons past dit ook bij deze versnellingsagenda. En ik ben echt benieuwd hoe de wethouder kijkt naar deze ontwikkeling. In de commissie hebben wij gevraagd naar de voortgang van het inloophuis. Toen zei u van
toevallig dat u net de dag daarna een gesprek met de betrokken partners had. Dus we zijn erg benieuwd naar de resultaten van dat gesprek. Want in onze optiek is zo'n inloophuis of huis van verbinding in de nabije toekomst zeker relevant. En tot slot zouden wij willen afronden met een compliment aan de wethouder en het college. Daar waar het gaat om het uiteraard nog te realiseren van intramurale voorzieningen voor ouderen op de locatie Takman en met behoud van het Van Raaltehuis. We hopen dat dit inderdaad van harte en snel geëffectueerd kan worden. Dank u wel, voorzitter. En ik dank u, de heer De Jonge. Ja, voorzitter, ook mijn fractie zal het kort houden, want in de vorige commissievergadering zijn we hier al zeer uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Maar wij willen toch nog een paar punten moeten ons van het hart, voorzitter. Als we terugkijken, nou ja, dat verdient ook wel een beetje de complimenten. Naar aanleiding van de Rekenkamercommissie zijn er een aantal dingen uitgevoerd. Conform de woonvisie 2015 is in afgesproken een tweejarige evaluatie met een doelstelling daarachter, en dat is evalueren, maar ook bijstellen. En in de optiek van mijn fractievoorzitter moet er daarbij goed gekeken worden naar de aanpassing in de woningwet en de veranderende rol van de woningcorporaties daarin. Voorzitter, ik heb in de commissievergadering er ook al op ingezoomd. En als ik me goed herinner, heeft de wethouder dat ook toegezegd. Maar ik zou dat graag in deze besluitvormende vergadering nog een keer toegezegd willen hebben. En dat gaat over de rol van de sociale woningbouw en de toewijzing van woningen. Want het is in belang van onze gemeente dat er eindelijk eens een keer wat aan gebeurt. En ik zou nog een keer de toezegging willen hebben dat er goed toegezien wordt op de naleving van het prestatiecontract. Dat het niet alleen een papieren document is, maar dat we daar goed op toezien dat we niet meer terugvallen in datgene wat we de afgelopen 8 jaar meegemaakt hebben. Ja, voorzitter, in onze optiek zijn er, ik heb er in de commissievergadering ook al op ingezoomd, nog steeds onvoldoende mogelijkheden voor crisisopvang. In de commissievergadering en bij raadsbrief heeft het college enige toezeggingen gegaan. En in de raadsbrief wordt aangegeven dat de raad na deze zomer geïnformeerd zal worden. En dat is voor mij een beetje kort in de bocht, want daar zou ik wel wat concreter willen hebben van. En in mijn optiek een einddatum eraan vaststellen dat voor half september de raad geïnformeerd wordt op welke wijze die crisiswoningen gerealiseerd worden en hoe de uitkomsten zijn geweest van de gesprekken met de buurtbewoners. Voorzitter, wat mij ook heel erg opviel in de raadsbrief, want ik heb in de commissievergadering wat vragen gesteld over de centrum en met name Gashuisstraat en Middenstraat. En als ik me goed herinner, hebben wij in het verleden daar schriftelijke en ook wel mondelinge vragen over gesteld. En in mijn optiek is ook de LPO dat geweest die een aantal keren vragen over heeft gesteld. In de commissievergadering, voorzitter, heeft de wethouder aangegeven dat hij door middel van de raadsbrief de raad zou informeren. En in de raadsbrief, en daar ben ik wel een beetje verrast over, dat er zo opeens, wanneer er een vraag vanuit de raad komt, een stuk in de raadsbrief komt te staan van, god, we zijn op de goede weg en we zijn met de projectontwikkelaar bezig en we gaan weer in gesprek om te kijken hoe we het uit gaan voeren. Terwijl de laatste raadsbrief, van volgens mij een jaar geleden, aangaf dat de projectontwikkelaar niet verder wilde met Ommen. Dus dat verbaast me nou een beetje. En ik had toch wel graag gezien van dat er ook een beetje een proactieve rol vanuit het college naar de raad kwam van wanneer een verandering is in zo'n belangrijke zaak, de ontwikkeling van het centrum waar ook bepaalde woningen zouden komen, dat we op voorhand daar tijdig over geïnformeerd van worden in plaats van een stukje summieren tekst in de raadsbrief zoals die nu gepresenteerd is. En ik zou er ook graag over, het liefst nu in deze vergadering, maar anders door middel van een raadsbrief op zeer korte termijn over geïnformeerd worden van hoe we daar verder gaan op die plekken, want het is een beetje een rommelig aanzicht van ons centrum. Dus tijdig aanpassen is in mijn optiek een must. En ik zou graag willen horen van wat de wijzigingen, als er wijzigingen zijn op de plannen zoals die ooit geformuleerd zijn, wat die wijzigingen zijn en op welke wijze die projectontwikkelaar daarmee aan de slag gaan en of er misschien nog wel kansen zijn, zoals ik die ook al eens een keer benoemd heb, in toch wel het creëren van de benodigde parkeerplaatsen in Ommen, dat we daar een soort uitruil kunnen doen op een perceeltje of een andere wijze. En dat was mijn eerste termijn, voorzitter. Ik dank u wel. De heer Mors gaat de gang.
Dank u, voorzitter. We houden het ook heel erg kort, want we hebben al heel veel gesproken in de commissievergadering. Maar we praten over een versnellingsagenda. En uiteraard hopen we dat deze versnelling ook leidt tot een positievere prognose voor 2019. En dat houdt dus eigenlijk in bouwen, bouwen, bouwen en zoveel belemmeringen tegengaan als mogelijk. Waar we ook aandacht nog steeds voor willen vragen is de starterswoningen, zowel huurwoningen als goedkopere koopwoningen. Veel starters verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een redelijke koopwoning. Met name de jongeren die trekken dus weg uit de gemeente en zien ze dan nog maar eens een keer terug te krijgen. Het feit dat de Veste heeft gekozen om de grens van 42.000 naar beneden bij te stellen van 36.000 helpen daarbij niet. En tot slot, en we kunnen er niet vaak genoeg op hameren, en zeker als D66 willen we dat doen, de gemiste kans om te werken aan duurzaamheid. De gasloze wijken is al genoemd. En ik denk dat dat ook niet de laatste keer is vanavond dat dat genoemd gaat worden. Maar ook de verstening tegengaan. Bijvoorbeeld door een verplichte infiltratie van hemelwater in plaats van het afvoeren naar een riool. Ook al is dat gescheiden. Ook dat zal een probleem worden in de toekomst. Waar gaan we met ons water naartoe? En we hebben nu de kans om daar wat over te zeggen. Dank u weer. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Het is altijd goed als je de woonvisie van 2 jaar geleden, die we 2 jaar geleden hebben vastgesteld, nog eens even weer doorleest. En dan denk je, oh ja, dat hebben we toen besloten en hoe gaan we er nu verder mee? Nou, een aantal dingen die er toen al in stonden, vinden nu ook wel weer zijn weergave in de versnellingsagenda. Dat doet me deugd. Het is ook heel goed, en het is toen ook aangegeven om dat 2 jaarlijks te actualiseren, want toen wisten wij nog niet dat de actualisatie dringend nodig was. Wij dachten, we zitten al lang in die economische crisis, et cetera, et cetera. Maar het blijkt gewoon dus dat het noodzakelijk is. Dus het is een hele goede stap toen genomen dat we om de 2 jaar de zaak weer opnieuw gaan bekijken. Want dat betekent gewoon dat je kunt aanpassen. En in dit geval betekent dat versnellen. Want het is niet alleen aanpassen, maar het is ook versnellen de beweging in de markt. In de commissievergadering heb ik al een aantal dingen aangegeven. En de aanvullende raadsbrief van 11 juli heeft een stuk verheldering gegeven. Er blijven een paar dingen die ik toch nog graag naar voren wil brengen. Dat is het punt van de panden in het centrum van Ommen. De leegstaande panden, ik heb het ook in de commissievergaderingen gezegd, ik wil het toch nog graag alweer op benadrukken van, zoek eens naar mogelijkheden om in elk geval de panden die leegstaan, om bijvoorbeeld de bovenkant daar mensen te laten wonen. Het zal in eerste instantie een bestemming bedrijfs- of winkelpanden of wat dan ook hebben, maar dat er dus een soort ontheffing komt voor een periode van bijvoorbeeld 5 jaar. Het zorgt gewoon dus dat er geen verloedering in het centrum is, althans minder. Het zorgt ook voor reuring in het centrum. Nou, dat hebben we in de zomer wel, maar in de winter is dat toch wel iets anders. En het maakt gewoon de stad gewoon mooier. Overigens, dat staat ook al vermeld in het hoofdstuk Hoogwaardig Centrum Stad Ommen. Maar de VVD wil graag dan nog iets meer concrete plannen inzien krijgen. Ja, het zal u niet verbazen. Ik vind het heel verheugend dat er nu ook in de kleinere kernen woningbouw gaat plaatsvinden. Dat er ook gezocht wordt naar andere oplossingen dan wat we altijd gewend zijn. Dat er ook gezocht wordt naar bouw in coöperatief verband. Wij worden hier heel graag van op de hoogte gehouden. En tot slot is er natuurlijk wel, als je gaat bouwen, het hoort niet bij de versnellingsagenda, ik wil het wel even toch aankaarten. En er zal in dit geval dan de portefeuille ook wel oren naar hebben. Als je gaat bouwen in de kleine kernen, zorg dan ook dat de bereikbaarheid goed is. Want je hebt er niets aan als je mensen daar laat wonen. Ze moeten ook langer thuis wonen. Maar als mensen dus niet een goede bereikbaarheid hebben naar bijvoorbeeld het centrum van Ommen. Dus graag de aandacht daarvoor. Dank u wel. Dank u wel. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Zoals de aanpartijen al gezegd hebben, daarna bij de commissie uitgebreid in orde geweest. Dus ik dacht in eerste instantie, nou, dat is klip en klaar. Maar dat is
Misschien toch niet helemaal zo. We zijn ook zeer verheugd met de verstellingsagenda. Het feit dat er weer sociale huurwoningen worden gebouwd in Ommen. Daar was ook in de commissie al een vraag over. Want naar aanleiding van een aantal gevallen met mensen die net boven die huurtoeslag zitten. Dus net boven die 710 euro. Nu is het zo dat conform de woningafspraken van 2015 dat 80% van de woningvoorraad daar moet worden besteed. 10% mag volgens mij gaan tot en met een jaarsluit wat een stukje boven ligt. En 10% mogen ze vrij toewijzen. Wat is het beleid van de vesten in deze? Is dat nou zo dat 100% gaat naar sociale huurwoningen? Of is het erop dat die vrije sectorwoningen plaats voor is? Dat was inderdaad de vraag. Aardgasloos bouwen is aan de orde geweest in de commissie. Dus ook al bij tijd dit in de kadernota heeft genoemd. Wat betreft D66 stelde inderdaad een heel goed punt voor de hemelwaterafvoer. Nu is het zo dat er ook al een gemeente is die een soort tegeltax heeft ingevoerd. Dat lijkt me nou ook een bijzonder goed idee voor Ommen om te doen. Voortuin en achtertuin tegels eruit, inleveren bij de gemeente. Dat kost geld. En je krijgt daar een plantjes voor terug. Bijzonder goed stuk, want het wordt inderdaad een heel groot probleem. De tegeltax. Ik zou het aanbevelen. Voorzitter, dit was het. Dank u voor de bijdrage, de heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De meesten hebben het al gezegd in de commissie uitvoerig aan bod geweest. Wij zijn in ieder geval blij met de toezegging van de portefeuillehouder dat we ons niet helemaal gaan verliezen in de doelstelling van bouwen. Maar dat we toch ook aandacht blijven houden voor een stukje duurzaamheid, maar ook betaalbaarheid, levensloopbestendigheid. En ook dat we voor de juiste doelgroep gaan bouwen. En dan zijn met name de statuswoningen en de sociale huurwoningen genoemd. Daarnaast zal de provincie ons nauwlettend in de gaten houden. En op zich zijn we in die zin ook wel een keer blij met de provincie. Omdat zij er ons aan houden dat we eerst onze harde plancapaciteit gaan invullen. En daar zitten ook veel inbreidingsprojecten tussen. En de ChristenUnie geeft zelf ook stevig de voorkeur aan inbreiding boven uitbreiding. We moeten van Ommen geen gatenkaas maken. We dachten het allemaal goed te begrijpen, maar toen kwam er nog een document bij. En voor sommigen hoorde ik dat die heel erg duidelijk was. Maar wij hebben toch nog een aantal vragen daarover. Want we zien daar staan onder het kopje ruimte voor nieuwe initiatieven in het centrum. Enerzijds dat we de harde plancapaciteit zo snel mogelijk willen realiseren door gewoon te gaan bouwen. Nou, dat lijkt ons duidelijk. Maar anderzijds dat we met ontwikkelaars gaan vragen te onderzoeken of het aantal woningen per plan verminderd kan worden. En dat laatste, dat begrijpen we niet zo goed. Want hoe zit dat nu precies? We willen versneld bouwen, maar we gaan de ontwikkelaars vragen of ze in het centrum het aantal ontwikkelde woningen willen afbouwen. Laat je dan de provincie juist niet het omgekeerde zien? Zeker als je met meerdere plannen dit van plan bent. Dat lijkt ons niet erg sterk overkomen en zal dit dan ook geen negatief effect hebben op de toezegging van de provincie na 2019? Want en dat is toch wel ons doel dat we dan ook fase 2 van de vierlanden in werking kunnen zetten. En hoe gaat het dan in de praktijk? Want stel als we nu in onze harde plancapaciteit op een plek in het centrum van Ommen afgesproken hebben dat we daar 25 woningen plaatsen. En we vragen de ontwikkelaars om dat te verminderen naar bijvoorbeeld 15 woningen. Mogen we dan toch nog 25 woningen van onze harde plancapaciteit aftrekken of zijn dat er gewoon 15? Ik kan het antwoord wel raden, maar ik wil toch graag even bevestiging. En gaat er door deze actie dan ook geen open plekken ontstaan? Dat is namelijk ook iets wat we niet willen. En als er bijvoorbeeld 25 appartementen worden omgezet naar bijvoorbeeld 15 andere woningen, gaat dan vraag en aanbod niet van elkaar afwijken? Want we willen nog steeds bouwen naar behoeften en niet om het bouwen zelf. Kan een wethouder daarom deze laatste zin uit die alinea nog wat nader toelichten? Dank u wel. De heer Marsman wordt bedankt. De wethouder krijgt kans voor antwoorden. Dank u wel, voorzitter. Laat ik de vraag maar even puntsgewijs nalopen. Allereerst mevrouw Makkinga vroeg nog naar hoe gaat het nu met de gasloze woningen? Is het mogelijk om dat nu al als het ware in procedure te brengen? Antwoord is ja, we kunnen dat onder de aandacht brengen van zowel de projectontwikkelaars als de vesten, als ook de bewoners. Maar één ding is wel duidelijk, zolang de wet niet is veranderd, kunnen we dat dus niet opleggen. De wet eist van ons dat wij zeg maar op dit moment een voorziening voor gas leveren. Dus als de klant zegt van dat wil ik hebben, dan zij dat zo. Maar als gezegd, ook in de commissie, Vlierlanden 2 biedt daar natuurlijk een fantastische kans op. Wij vermoeden dat het wetvoorstel dat nu aanhangig is, daar ook de mogelijkheden voor geeft. En dan gaan we er zeker mee aan de slag.
Suggestie van miniwoning vind ik een hele interessante en dat nemen we graag mee. Op dit moment heb ik daar nog niet direct een concreet antwoord op. Maar laten we daar maar eens even rustig naar kijken wat we daar de mogelijkheden voor zijn. Dan vroeg je nog naar de stand van zaken van het inloophuis. Ik heb zowel met de initiatiefnemer gesproken als met het RUBW. En het is zo dat beide nog steeds positief staan ten opzichte van het oorspronkelijke doel. Lastig is de financiering. De gemeente heeft aangegeven dat ze niet direct de mogelijkheid zien om het pand wat bedacht is, om dat te verwerven. De gemeente is niet zo in om sowieso onroerend goed of grond weer te verwerven. Daar hebben we al meer dan genoeg van, zoals u weet. Maar er is wel een ontwikkeling dat er mogelijk een particulier te interesseren valt. En op dat punt proberen wij alsnog een en ander te doen en realiseren. Dan de heer De Jonge. Ja, u vroeg terecht naar zeg maar een strakke monitoring ook naar de woningcorporatie toe. Hè? Ook op basis van de ervaring uit het verleden. Kan u melden dat het bestuurlijk overleg met de vesten op dit moment buitengemeen constructief verloopt. En dat is niet alleen de goede sfeer, maar men laat ook daadwerkelijk zien wat men realiseert. En het verhaal van de sociale huurwoning is daar denk ik wel illustratief voor. Dan wilde u wat preciezer weten hoe het met de crisiswoningen zit. Dan moet ik u enigszins in teleurstellen, want ik kan dat nu nog niet precies melden. Ook al omdat de Vest op dit moment bezig is om een plan voor te bereiden. Maar ik zeg er natuurlijk graag toe dat op het moment dat dat in het najaar daadwerkelijk een plan is, dan om u daarover te informeren. En als afgesproken, we gaan daar eerst met de buurt heel goed over spreken. Dan vroeg u af, ja, hoe zit het nou precies met Gasthuisstraat, Tuinstraat in verband met de ontwikkeling van de initiatiefnemer? Ja, wij hebben gemeld dat we het idee hebben, en dat is ook wel vanuit de initiatiefnemer bij ons zo neergedaald, dat er toch weer kansen zijn. Maar hoe je het ook bent of verkeerd, het is wel zijn initiatief. Hij is daar de eigenaar, hij is daar de initiatiefnemer. De gemeente is niet voornemens om daar zelf het initiatief over te nemen. Dus daar zijn wij wel zeg maar, van dat plan afhankelijk. Maar ik ben het met u eens dat het een rommelig aanzien is en dat het de moeite waard is om met de initiatiefnemer in gesprek te zijn van goh, als er belemmeringen zijn, bijvoorbeeld in de sfeer van de ruimtelijke ordening, die wij zouden kunnen oplossen, dan denken wij natuurlijk constructief mee. Maar het begint met de initiatiefnemer. En als eerder gezegd, we denken dat het ook goed is om dat in de centrumvisie ontwikkeling mee te nemen. Dan de heer Mors met de drie B's, bouwen, bouwen en bouwen. Maar u nuanceerde dat zelf ook misschien voordat de heer Mors, die het al inkopte, er zijn ook wat duurzaamheids- en kwaliteitseisen. En dat is ook zo. U zei van, goh, wat jammer dat er nou niet zoveel aan duurzaamheid gedaan wordt. Nou, dan moet ik u teleurstellen. Er wordt hartstikke veel aan duurzaamheid gedaan. Alleen, we hebben dat niet zo in de versnellingsagenda verder neergezet. Maar u weet ook dat wij ongelooflijk hebben ingezet op zonnepanelen. Daar ook daadwerkelijk hebben samengewerkt met de provincie en natuurlijk ook met de ontwikkelaars. We hebben ook stevig ingezet op het energieloket. Er zijn ook medewerkers, vrijwilligers getraind om dat verder vorm te geven. We hebben voor mensen met de smalle beurs hebben we ook een collegebeleidsbesluit genomen om zeg maar subsidie mogelijk te maken voor de isolatie, voor spouwmuren. Zo kan ik nog wel een eindje doorgaan. Dus er is wel degelijk ruimte voor duurzaamheid. Het verhaal van het hemelwater hebben we nog niet. Dus die moet ik u geven. Hebben we nog niet spits. En we hebben ook nog geen tegeltax. Voordat er allemaal tegeltjeswijsheden overkomen. Ik denk dat het goed is om beide elementen gewoon eens even terug te nemen, het college, en ons daarop te beraden. Want het klinkt mij wel goed in de oren. Maar we hebben sinds kort een nieuwe wethouder duurzaamheid. Dus die wil ik graag in de gelegenheid stellen om daar wat zinvols over te zeggen. Dan mevrouw Schunselaar. Heer Mors zei nog van de starterswoningen. Ik dacht dat ik in de commissie ook nadrukkelijk had gezegd van juist op de haven en op de vlierlanden hebben we starters extra mogelijk gemaakt. Niet alleen vanuit de Vesten, die heeft terecht geconstateerd dat er een gat dreigde. Maar juist op de haven heeft Ter Stegen, maar ook op de vlierlanden zijn er initiatieven om in dat gat te voorzien. Dus wij denken dat we daarmee de hele markt wel kunnen voorzien. Dan mevrouw Schunselaar. U vroeg ook naar
het centrum en vooral een interessante suggestie voor leegstand en vijfjarige ontheffing. Ik weet niet uit mijn hoofd of dat nou zomaar kan, maar ik vind het een zeer interessante suggestie en we hebben er met z'n allen belang bij om het centrum levend te houden en reuring erin te hebben, dus dat nemen we zeker mee. Dan eens even kijken. Ja, bouwen ook in de kernen, maar ze moeten ook bereikbaar zijn. Ja, er zijn uitstekende initiatieven om buurtbussen te doen. En dat mag niet het enige zijn. Als dat uw bericht is, dan nemen we dat natuurlijk mee. Kijk, het gaat natuurlijk ook breder. We moeten de leefbaarheid van het platteland echt een centraal item maken. En wat ik zie is dat de plaatselijke belangen dat ook in steeds meer ook echt oppakken. Ik vind het buitengemeen verheugend om te zien dat ze daadwerkelijk ook proberen te investeren. Ook initiatieven als het gaat om coöperatief wonen, maar het gaat ook verder. Wat dat betreft is het experiment in Leemelen zeer de moeite waard. En dat gaan we ook zeker natuurlijk faciliteren. Dan de heer Moerman, ja, ook u had het over die grenzen en sociale huur, dat is ook zo. Ik denk dat wij de komende jaren nog wel een behoorlijke vraag gaan krijgen naar met name de middenhuur. En ik heb in de commissie ook al gezegd dat er bouwondernemingen zijn die bereid zijn om daarin te investeren. En dat zou dan in het project Vlierlanden 1C zijn. We gaan er zeker nog over spreken. Dan de heer Marsman. Die had nog de brief heel goed gelezen en kwam toen vervolgens tot heel veel vragen. Want we dachten van, goh, we hebben dit helder uitgelegd, maar hoe zit dat nou als we die harde plancapaciteit versneld afbouwen? Want, wat is daar nou het verhaal? Allereerst natuurlijk, wij gaan ervan uit dat onze harde plancapaciteit moet worden aangesloten bij de huidige vraag. We gaan niet voor leegstand bouwen. En op het moment dat we dat zien, gaan we versnellen. Dat is één. Tweede, zijn er natuurlijk ook plannen die wat moeilijker van de grond komen. En dan zeggen we met de ontwikkelaars van, goh, misschien moeten we dat licht bijstellen. Dat komt ook voor, dat is niet te vaak. Hè, maar ik noem u het voorbeeld van de Vlierlanden. Oorspronkelijk zouden we daar iets meer dan 200 bouwen, dat is 190 geworden. Juist omdat we daar een kwaliteitsimpuls wilden, omdat we uit de markt begrepen van, goh, hè, daar moeten we iets op doen. Is dat nou een verkeerd signaal naar de provincie? Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk dat je laat zien dat je marktconform bouwt. Dat je laat zien dat ons programma past bij datgene wat echt gewenst wordt. Dat is één. Leidt het nou tot open plek in de gemeente? Nou, als ik nou één ding, hè, ik zit hier nou sinds 2010, zie, is dat we die open plekken allemaal aan het dichtmaken zijn. Of het nou de haven is, of nou het centrum is, of nou de Vlierlanden is. Dat wordt gericht gedaan. Maar, ik zeg er wel direct bij, dat faciliteren wij. Wij zijn daar niet de initiatiefnemer voor. We maken het ruimtelijk mogelijk. Hè, maar het is de vesten, het zijn de projectontwikkelaars die dat daadwerkelijk moeten doen. Wat zijn nou de effecten op de contingent? Want dat was in feite de kern van uw vraag. Kijk, natuurlijk werkt het goed als je gaat versnellen. Want wat betekent dat? Dat betekent twee dingen. We hebben met de provincie de harde afspraak van we laten zien dat wij kunnen realiseren wat we beloofd hebben. Als we dat versneld doen, hebben we uitstekende pers bij de provincie, bij alle vervolgende onderhandelingen. Dat is één. De tweede is, een harde plancapaciteit, die wij afbouwen, hè, die we dus doen realiseren, om het zo maar te zeggen, werkt goed door in de primoscijfers. Hè, want de volgende afspraken die we maken, worden ook gebaseerd op primos. En op het moment dat je meer realiseert, is dat goed voor je primos, is ook weer uitstekend voor je nieuwste opgave. Met andere woorden, effect is dan op voorhand positief. Nog los van het feit natuurlijk dat je ook extra inkomsten hebt in je algemene uitkering. En last but not least, op het moment dat je dus de harde plancapaciteit realiseert, geef je ook aan er is dus blijkbaar meer behoefte dan. En dat betekent ook dat je extra ruimte krijgt voor initiatieven. En natuurlijk zullen wij die als eerste oppakken. En als dat uw punt is van, goh, pas op voor de open plekken en geef ruimte om dat te doen wegwerken, dan heeft u uiteraard de steun van het college. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Is er behoefte aan tweede termijn? Waarom mag ik er niet? De heer De Jonge, gaat gewoon. Ja, voorzitter, in ieder geval in de tweede termijn
verduidelijkende vraag, zeker uw opmerking over de Gassestraat Middenstraat. Want ik heb wel een opmerking geplaatst over de verrommeling die daar op dit moment plaatsvindt. Maar mijn vraag was meer van in de trend van, want in het verleden zijn er afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar. Dat daar, als ik het goed heb, oudere woningen en een soort zorgwoningen gebouwd zou worden. En mijn vraag is van, is dit daar een verandering in? En zo ja, van wat zijn de plannen van die projectontwikkelaar? Want ik ga ervan uit dat daar wel op ambtelijk niveau gesprekken over gevoerd worden van waar we daarheen willen. En ja, daar zou ik dan graag, en ook uit vragen die in het verleden hier gesteld zijn, denk ik ook wel meerdere in de raad, over geïnformeerd willen worden. En dat was eigenlijk mijn vraag erop. Ja, voorzitter, ik heb nog wel een opmerking, want dat triggert me wel een beetje. Twee opmerkingen eigenlijk. Eentje vanuit de VVD-fractie, want die geeft aan dat zij willen dat de bereikbaarheid voor de kleine kern van belang is om het leefbaar te houden. En ik zou graag van mevrouw Schunstra willen horen van op welke wijze zij dat ziet. Want als ik kijk in het verleden, reed er aan de beide kanten van de Vechthoever een bus naar Zwolle. En daarmee waren behoorlijk wat kernen bereikbaar. Reden er twee bussen vanuit Ommen naar Almelo. Eentje linksom, eentje rechtsom, waar kernen bereikbaar waren. En ik weet nog een tijd dat er een station was in Vilsteren zelfs. En dat moet mevrouw Schunselaar zeker aanspreken. Maar door de liberalisering en de marktwerking in het openbaar vervoer zijn we dat allemaal kwijtgeraakt. En ik hoor mevrouw Schunselaar de vraag stellen van dat ze daar aandacht voor wil. Wat mij betreft kan ze daar steun in krijgen. Maar haar partij, de VVD, die zit in het roer daar waar het gaat over het openbaar vervoer in de provincie. En ook hier in deze gemeente al jarenlang. Dus ik hoor graag van mevrouw Schunselaar op welke manier ze dat gestalte wil geven. Hoe ze dat wil financieren vanuit de gemeente dan wel vanuit de provincie. En als daar een motie of abonnement op komt, dan zouden wij daar graag aan mee willen werken. Ja, voorzitter, en ja, ik schrik er een beetje van over de hype van de Partij van de Dieren. Toen ik het vanmorgen lag, dacht ik van ja, dat is weer echt iets op zijn Leids. In Leidschendam een tegeltax invoeren. En het verbaast me dat de heer Moerman dat hier in Ommen wil. Want volgens mij hebben we hier in Ommen toch wel groen genoeg waar het hemelwater weg wil. En ja, als je zo'n tax in wil voeren, want in het verkiezingsprogramma De Rode Draad van de Partij van de Arbeid staat dat ze geen verhoging van belasting willen. Althans, indien niet noodzakelijk. Dus het verbaast me heel erg. En dat moet meneer Moerman dan ook maar eens even uitleggen van hoe die dat wil. Want ook in zijn verkiezingsprogramma De Rode Draad staat in dat hij de mensen met een minimuminkomsten niet extra wil belasten. Ja, en misschien hebben die wel de meeste tegels. Dus dat vergt wel een beetje uitleg naar zijn achterban toe. En dat was die voorzitter. Ik dank u wel. Ik heb zojuist met de wethouder afgesproken dat we eerst het rijtje afgaan. En ik vraag de aangesproken raadsleden om hun antwoorden nadat de wethouder aan het woord is geweest te geven. Heer Mors. Ja, dank u voorzitter. De portefeuillehouder heeft uitgebreid stilgestaan bij de investeringen in duurzaamheid. Wat er allemaal gedaan wordt, zoals spouwmuurisolatie en daarin subsidiëren. Maar de grootste klapper, die maak je natuurlijk op de tekentafel bij nieuwbouwwoningen. Ik neem aan dat daar dus geen subsidie voor spouwmuurisolatie naartoe is gegaan. En graag zouden we willen zien van, ja, hoeveel zien we nou van dat duurzaamheidsbeleid terug in de Vlierlanden. Juist daar waar het meeste rendement eruit gehaald kan worden. Dank u zeer. Ik dank u wel. Ik kom terug op mijn eigen uitspraken net, want bij de aangesproken raadsleden krijgen nu ook nog het woord wellicht voor de tweede termijn. Neem dan meteen de beantwoording aan de VOV mee. Mevrouw Schunselaar, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Dat leek mij ook handiger. Ik heb uit die raadsbrief begrepen, en de ene kant is het wel goed dat de heer Masman dat aan de orde stelt, het aantal woningen per plan kan verminderen. Ik heb dat begrepen, ik heb zelf die vraag gesteld in de commissievergadering over de boerenerven, van ja, goh, als dat nu niet loopt, wat gaat er dus dan gebeuren? Zo heb ik deze opmerking geïnterpreteerd. Dus, maar goed, wat u zegt, ja, zit natuurlijk ook een kern van waarheid in. Over de tegeltax, ja, ik was er helemaal verbaasd over toen ik dat van de week las. En ik ben ook verbaasd dat mijn linkerbuurman daarover begint. Ik zou zeggen, we hebben nu straks een portefeuillehouder duurzaamheid. Laat die alsjeblieft gewoon de mensen bewust worden van het feit dat je je tuin goed moet aanleggen. Dan is het probleem opgelost. En dan wil ik graag ingaan op de opmerking van de VOV over de bereikbaarheid van de kleine kernen. Nou, ik weet heel goed nog, ja, inderdaad, dat weet ik nog, dat het een station was in Vilsteren. Ik ben er zelf één keer mee geweest met de trein naar Emmen toe. Nou, dat was een wereldreis.
kan ik wel zeggen. Dus dat weet ik nog. Ja, en dat het opgeheven is. Ja, zo gaat het. Dat kan allemaal. Ja, dat is heel lang geleden, ja. Ik wel, ja. Maar de bereikbaarheid bedoel ik eigenlijk de initiatieven die er komen van buurtbussen. Andere soorten van mogelijkheid van bereikbaarheid voor de mensen die dus dat niet zelfstandig meer kunnen om dat te ondersteunen. Dat heb ik bedoeld en ik weet dus dat, dat de gemeente Ommen daar een ruimhartig in is. Wel goed over nadenkt, wel of niet kan. Maar ook de provincie en de portefeuillehouder van de provincie is niet... Is van de ChristenUnie, zoals u weet, meneer de Jonge. Dus, maar ook daar kunnen wij hele goede samenwerking mee met de gemeente, met de provincie. Om te zorgen dat als je wat gaat doen in de kern, Lemelen of wat dan ook, of Wittenhaar, maar zorg dan ook dat de mensen vanaf die plek naar Ommen kunnen en weer terug kunnen. Dank u wel. Voorzitter, dan toch nog, als het mag, een interruptie. Want ik ben wel heel nieuwsgierig van op welke manier er gefinancierd moet worden. En het is mij helder dat de portefeuillehouder in gedeputeerde staten, dat heer Boerma is volgens mij. Maar de VVD, die zit daar ook aan het roer. En die heeft daar toch wel behoorlijk wat in het melk te brokkelen. Dus ik ben wel benieuwd, want anders is het een overbodige opmerking geweest, van op welke wijze de VVD-fractie dat wil financieren of laten financieren. Ik weet niet of de vraag hier helemaal thuis hoort, maar mevrouw Schunselaar, een laatste gelegenheid tot een reactie op deze vraag of opmerking. Gaat gang. Dank u wel, voorzitter. Mijn opmerking is alleen geweest dat het college hier in Ommen dit beleid ondersteunt en ook weer zoekt naar nieuwe mogelijkheden, want er zullen echt wel weer nieuwe initiatieven komen vanuit de bevolking. Dat pak ik gelijk vanuit de participatie. En dat het college dat ruimhartig en... positief benaderd. Dank u wel. Dank u wel, de heer Moorman. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb geen tweede termijn, dus ik kan direct ingaan op de opmerkingen gemaakt door de VOV. De heer de Jonge gaat uit van een aantal aannames, een aantal hele bijzondere aannames. Blijkbaar is het zo dat de mensen met een minimuminkomen de meeste tegels in de tuin hebben. Dat wist ik niet. Dat is voor mij volkomen nieuw. Ten tweede is het zo dat het inderdaad in één gemeente is ingevoerd. Dat speelt het in Ommen niet? Nou, in Ommen gaat het ook spelen. Waar het om gaat is dat je door dat feit dat veel meer mensen steeds meer tegels in de tuin leggen, de hemel water al voor in het gedrang komt. Door de klimaatverandering gaat er steeds meer regen vallen. Door het feit dat het slechter weg kan en het vaak ook nog op het riool aangesloten is, is het zo dat het grondwaterpeil zakt. Dat is ook hier aan de orde. Dat is ook in Overijssel aan de orde. Dat is ook in Ommen aan de orde. En het tweede is ook nog, wordt ook nog een groot probleem, dat het zogenaamde gebiedseigen water, dat wordt steeds minder en wordt steeds sneller afgevoerd. En dat is gewoon het probleem. Als je daarmee alle beetjes kunt helpen door middel van bijvoorbeeld een tegeltax, dan is dat in mijn optiek een hele mooie oplossing. Dat was het. Ja, voorzitter, dan toch nog even een korte vraag. Want misschien kan de heer Moerman de gemeenteraad het besluit beschikking stellen van in welke gemeente die tegeltax ingevoerd is. Ja, mooi wel. Ja, daar heeft de heer Jong volkomen gelijk. Er is een voorstel inderdaad om dat te doen. Er is dan niet ingevoerd. Meneer de Jonge heeft er volkomen gelijk in. Fijn dat u dat ook kunt zeggen. Heer Marsman, gaat uw gang. Ik meen u zien te bewegen, maar goed. Dat is hiermee de tweede termijn ook weer voorbij. Ja, waar ik al niet op let. Dat zou bijna leiden tot een opmerking van mijn kant die mij niet in dank wordt afgenomen. Dat doe ik dus niet. Wethouder. U mag ook op van deze plaats antwoorden. Gaat u gang. Ja, zal ik dat dan doen? Ja, allereerst richting hier de Jonge. Hoe zit het nou met die projectontwikkelaar? Wij hebben geen signalen dat er een verandering is in de oorspronkelijke doelgroepen van het plan. Hè? Er waren financiële problemen, er waren ruimtelijke problemen. Maar we hebben geen signalen dat de doelgroepen veranderd is. Maar als gezegd, op het moment dat de ontwikkelaar bij ons komt, dan, en het zal leiden tot bijvoorbeeld een verandering van het plan, dan zullen we u uiteraard op de hoogte stellen. Het verhaal over de mobiliteit. Kijk, ik denk dat we één ding wel moeten centraal stellen. En dat is, vroeger had je veel aanbodgericht vervoer. En dat leidde er helaas toe wel eens toe dat er lege bussen heen en weer reden. En
ja, bij alle bezuinigingen die er geweest zijn en hoe je ook over de marktwerking denkt, ik denk dat deze tijd wel benut kan worden door initiatieven op te pakken, zoals buurtbussen en wat iets meer zijn. Maar vooral ook om meer vraaggericht het vervoer in te richten. En dat je ook daadwerkelijk, zeg maar, dat wat echt nodig is, ook in het vervoer gaat indoen. Wordt het betaalbaar en misschien nog wat prettiger van ook. Die kans proberen we wel te pakken. En wat we op gemeentelijk niveau daaraan kunnen doen, dat is niet heel veel. Maar wat we eraan kunnen doen, dat gaan we doen. Dan de heer Mors zei van, goh, wil bij zeg maar de duurzaamheid ook nadrukkelijk kijken naar de nieuwbouw. En de Vlierlanden leent zich daar natuurlijk enorm voor. Daar heeft natuurlijk volkomen gelijk in. Geen misverstand over. Alle initiatiefnemers zelf, de bewoners zelf, komen al met heel veel duurzaamheidsideeën. En dat is natuurlijk prachtig. En reken maar dat ook goede projectontwikkelaars daar goed op inspelen. Dus dat gebeurt gewoon. Maar we hebben even de ogen extra gehad op Vlierlanden 2. Omdat daar waarschijnlijk de mogelijkheid is voor het gasloze bouwen. Dus vandaar die aandacht daar. En voorzitter, ik denk dat ik daarmee de vragen gehad heb. Ja. Dan is hiermee de tweede termijn ook voorbij. Rest mij om aan de Raad voor te stellen om in te stemmen met de versnellingsagenda maatregelenplan 2017-2019 woonvisie. Alle aanwezige fracties zijn voor. Unaniem. Ik dank u. Dan hebben we hiermee agenda punt 5 gehad. Gaan we over naar 6. De notitie, alle kinderen mogen meedoen. Inzet van de kleinsmaagelden in de gemeente Ommen. Ik denk dat ik ervan uit kan gaan dat een ieder daar wat over wil zeggen. Ik begin eens aan de van mijn rechterkant. Heer Marsman, gaat u gang. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ook hier hebben we in de commissie natuurlijk uitvoerig bij stilgestaan. We zijn natuurlijk enerzijds blij dat we 55.000 euro extra per jaar structureel mogen inzetten met als doel om alle kinderen in de gemeente om mee te laten doen. Het gaat ook best om een heel fors bedrag, zeker als je vergelijkt met wat we nu uitgeven. Anderzijds, we blijven het maar benoemen, het is geen wilde bedrag. Er was wel degelijk aanleiding toe. Er is in de commissie gesproken over angst van versnippering. Nou, wij zien het vooral als een invulling geven aan een van de voorwaarden en dat is het vergroten van het bereik. Evaluatie op enig moment is dan wel aan te raden en onze fractie is daarom wel blij dat we gisteren nog een document binnenkregen waarin ook wordt aangegeven is dat die evaluatie, ja, waar de evaluatie ook is toegezegd. En tenslotte, meneer de voorzitter, hadden we nog een laatste vraag. Maar met de aanpassing van de stukken is die vraag nu komen te vallen. Vervallen, u weet vast wel waar ik op doelde. Het risico dat we het geld gaan uitgeven is er niet meer. En daarom zal de fractie van de ChristenUnie ook akkoord gaan met het raadsvoorstel. Dank u wel. Ik dank u voor deze stemverklaring. De heer Moerman, gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, de kleinsmaagelden. 55.000 euro structureel op jaarbasis. Uitgebreid aan de orde geweest, inderdaad. Waar het om gaat is dat een aantal gemeenten in Nederland er nogal verwarring heerst en nogal soms ophef of dat geld wel goed wordt gebruikt. Of het wel daar terechtkomt waar het moet terechtkomen. Wat dat betreft heeft demissionaire staatssecretaris Kleinsma ook op 14 juli nog een brief gestuurd naar de VNG met nog een keer een nadere duiding waar het voor bedoeld is. En ik citeer even uit een deel van de brief. Dat zij heeft geconstateerd dat bij diverse gemeenten de gemeenteraden vragen leveren over het doel van extra middelen en de wijze waarop deze moeten worden ingezet. Het doel van de extra middelen is om alle kinderen de kans te geven mee te doen. Alle gemeenten zullen zich hiervoor gezamenlijk inspannen. De middelen zijn volledig bedoeld om kinderen van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen die door geldgebrek niet mee kunnen doen, te ondersteunen met voorzieningen in natura. Het is van belang dat gemeenten kinderen actief betrekken bij de vormgeving van hun aanpak. Om de doelgroep te bereiken is het van belang dat gemeenten samenwerken met partijen als scholen, centra voor jeugd en gezin, etc. Het is van belang dat de huidige inzet van middelen voor armoedebestrijding onder kinderen door gemeenten onverminderd wordt voortgezet. De extra middelen dienen als een aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen. De afspraak zal worden geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt plaats begin 2018. En een volgevaluatie vindt plaats in 2021. En dat zal getoetst worden of het gemeentelijk beleid ertoe heeft geleid dat nagenoeg alle kinderen in armoede worden bereikt. Voorzitter, ten aanzien dan van de notitie
hebben we in de commissie al een aantal vragen gesteld om aanvullende informatie. Wij hadden een aantal vraagtekens bij de zogenaamde mobility mentoring. Want zoals het er nu staat, zou je kunnen opmaken dat die 5000 euro eenmalig SEC bedoeld is voor het op cursus sturen van ambtenaren. Ik heb inmiddels begrepen dat het niet zo is, maar misschien kan de portefeuillehouder dat nog even heel goed nader uitleggen. Voorzitter, tot zover. Wij wachten dat af. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. 55.014 euro structureel jaarlijks. Wie zou daar niet blij mee zijn? Iedereen. En als ik dan vooral lees de noemer, alle kinderen mogen meedoen, dan vind ik het een geweldige ondertiteling. En iedereen moet gewoon blij zijn dat die mogelijkheid er is. Er is voor mij is wel eerst wat verwarring ontstaan, want we hebben al het jeugdcultuurfonds, jeugdparticipatiefonds, nee, we hebben het participatiefonds, jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds. En op een gegeven moment dacht ik, is dit nu extra? Zit dit ernaast? Of, nou, ik heb inmiddels begrepen dat dit nog weer extra is. En dit is geld nu, want die anderen hebben allemaal een andere leeftijdsgrens. Maar dit geldt nu voor andere kinderen, alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Mijn voorganger heeft net ook al gezegd iets over de mobility mentoring. Ik zou toch graag nog iets meer uitleg hierover willen hebben. Ik begrijp best dat er dus, want ik heb het boek, ik ben aan het lezen, van goh, ja, daar haal je wat uit, leer je wat van, allemaal prima. Maar ik wil toch wel graag heel precies weten of deze gelden daar ook bestemd voor zijn. En tot slot, voorzitter, de kerken in de gemeente Ommen, die willen een noodfonds oprichten. Als iemand nergens anders terecht kan. Mijn vraag is, zijn alle kerken hierin betrokken? En wat te doen met degenen die niet tot een kerk behoren? Heeft die dan een probleem? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, heer Mors. Dank u, voorzitter. We moeten even weer de goede kant op gaan. De kleinsmaakgelden. Tijdens de commissievergadering is al genoemd dat de kleinsmaakgelden aan voorwaarden zijn verbonden. Het moet rechtstreeks in natura ten goede komen van de jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Met name 0. Ik ga niet in op de mobility monitoring, daar is al voldoende over gezegd. Maar ons is ook de vraag van de preventie op onderwijs en het noodfonds. Valt dat nou echt onder die categorie rechtstreeks in natura ten goede komend van de jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar? Daarnaast heeft de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering ook een toezegging gedaan om te kijken naar onder andere het babyzwemmen vanaf 0 jaar op de vragen van mevrouw Werners. Daarin zien wij in het stuk niets terug. En er blijft nog steeds staan leeftijd vanaf 4 jaar, respectievelijk 5 jaar. Wij zouden graag de toezegging willen hebben dat, en dan gaat het niet alleen over het babyzwemmen, maar eigenlijk ook al dat soort zulksoortige activiteiten in natura, dat dat ook daadwerkelijk geregeld gaat worden in de komende periode. Dank u zeer. Dank u wel. De Middelkamp. Nee, dat maakt niet uit. Ja, dat was in goede handen. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wij zullen onze inleidende woorden niet ook nog uitspreken, omdat dat grotendeels een herhaling is van wat zojuist al is gezegd. Dus ik wilde maar graag meteen met de deur in huis vallen en aangeven dat de fractie van de VOV het voorstel graag op een aantal punten wil wijzigen. Die zal ik u achtereenvolgens noemen en tot slot, want daar leidt dat toe, het amendement wat we daarbij hebben voorbereid gaan indienen. Voorzitter, allereerst hebben wij vastgesteld dat er een bedrag van die 55.000 euro, zijnde 15.000 euro, rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen in armoede. En in die 15.000 euro zit dan al opgesloten de 10.000 voor Stichting Leergeld. De rest van het bedrag, voorzitter, gaat in preventie dan wel over het achtige activiteiten zitten. En wij zouden dolgraag dat bedrag
een beetje willen wijzigen. Dus het percentage, wat ongeveer een kwart is van de totale gelden wat rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen, dat zouden wij willen verhogen. Niet dat we preventie niet belangrijk vinden, voorzitter, maar als we kijken naar de hoeveelheid geld die naar preventie gebruikt wordt, dan zouden wij dat wat willen temperen. In de notitie, voorzitter, wordt aangegeven dat er onderzoek is gedaan naar kinderen die in armoede leven en waar zij nu het meest last van hebben en wat zij graag veranderd zouden willen zien. En een van de dingen die blijkbaar uit dat onderzoek kwam, lezende de notitie, voorzitter, is dat er behoefte is om in de klas mee te kunnen praten over een leuk uitje, over een vakantie, activiteiten binnen het gezin waar geen geld voor is. Als je dan zo'n onderzoek doet en je vraagt naar waar heb je behoefte aan, dan vinden we het eigenlijk een beetje vreemd dat daar niks mee gedaan wordt. Als je het onderzoekt en je krijgt goede input, doe daar dan ook wat mee. En wat dat betreft, voorzitter, willen wij het voorstel doen om naast een sportfonds en een cultuurfonds ook, en we duiden dat maar even aan als een recreatiefonds, een derde mogelijkheid te bieden waar kinderen die behoefte hebben aan een bezoek van, aan een pretpark of een weekendje weg, dat daar mogelijkheden voor komen, voorzitter. Vervolgens, voorzitter, wordt er uit de gelden gekozen om een tweetal fondsen met enkele duizenden euro's te verhogen. En daar hebben we eens wat aan gerekend, nadat we er ook technische vragen over gesteld hebben. En als we kijken naar bijvoorbeeld het cultuurfonds, dan wordt het bestaande bedrag met 2000 euro verhoogd. Dat betekent per saldo dat er in een jaar 5 kindertjes extra gebruik kunnen maken van dat fonds. En daarna zou dat fonds volledig op zijn en zou er geen ruimte meer zijn. Diezelfde rekensom, ik zal het niet doen, voorzitter, geldt ook voor de andere deelfondsen. En wij vinden het eigenlijk een vrij rigide verdeling van al die kleine deelfondsen, niet zo heel erg werkbaar. En daarom, voorzitter, willen wij voorstellen om die deelfondsen te combineren tot één groter gezamenlijk fonds, waaruit niet alleen maar sport, niet alleen maar cultuur, maar ook het noodfonds en ook het recreatieve gedeelte geput kan worden. Voorzitter, mijn keel droogt langzaam op al pratend, dus als u het goed vindt, dan neem ik even een klein slokje water. Voorzitter, vindt dat goed? Dat gaat beter. Even kijken. Ja, aan dat gecombineerde fonds, voorzitter, zouden we ook graag die 5000 euro van het noodfonds toevoegen. En wel om reden die zojuist al, ik dacht door de fractie van de VVD benoemd werd, dat weliswaar kerken tegen problematische situaties aan kunnen lopen die dat geld heel goed zouden kunnen inzetten. Maar daarmee bereik je niet alle kinderen die zouden moeten meedoen. En het is ook beter dat de gemeente de volledige regie houdt over de besteding en de verantwoording van de gelden. Dus wij kunnen ons goed voorstellen dat als de kerken geïnformeerd zijn over de beschikbaarheid van een fonds, dat kerken, maar ook andere ketenpartners, een beroep zouden kunnen doen of zouden kunnen bemiddelen in het aanspreken van dat fonds, voorzitter. Dus wij zouden graag die 5000 euro noodfonds ook toevoegen aan de combinatie en dat fonds wat gecombineerd is voor sport, voor cultuur, voor recreatie en voor nood, zouden we bijvoorbeeld het fonds alle kinderen kunnen meedoen willen noemen. In totaal, voorzitter, exclusief de Stichting Leergelden, zouden we dan komen op een bedrag voor dat gecombineerde fonds van 30.000 euro. Daarnaast, voorzitter, is er in de notitie voorgesteld om de jeugd uit het participatiefonds te halen. Daar heeft onze fractie technische vragen over gesteld. Die zijn verwoord in rood in de vervolgnotitie die we hebben gezien. En u heeft kunnen zien dat betreft een 62-tal kinderen ten bedrage van ongeveer 8000 euro. En we hebben die vraag gesteld omdat in de notitie wordt voorgesteld het vrijkomende bedrag te gebruiken om de aanvraag te versimpelen. De huidige manier van aanvragen bestaat uit 3 verschillende formulieren en dat wordt er straks 1.
Wij willen graag weten van, goh, wat komt daarbij kijken? Hoeveel geld komt er vrij? En is daar een realistische match? Voorzitter, wij denken dat 8000 euro voor het wijzigen van 3 formulieren naar 1, hè, zeg maar een fulltime inzet van 2 maanden, dat een beetje overdreven is. Dus wij zouden graag willen dat daar kritisch naar gekeken wordt. En dat het restantbedrag wordt toegevoegd aan het gecombineerde fonds. Overigens dat de formulierenstroom wordt teruggebracht en dat slechts 1 aanvraag, 1 portaal wordt, dat juichen wij natuurlijk zeer toe. Even kijken, de Stichting Leergelden. Voorzitter, wij streven als fractie van de VOV naar een zoveel mogelijke rechtstreekse besteding van de gelden aan de kinderen waarvoor het bedoeld is. In dit kader leermiddelen, een fiets om naar school te kunnen, etc. En niet om bijvoorbeeld vergaderkosten van een stichting of vergoedingen voor bestuursleden en dergelijke overheadkosten mee te kunnen dekken. Omdat het een significant bedrag is, 10.000 euro voorzitter, willen wij voorstellen om jaarlijks een verantwoording te vragen aan de opgerichte stichting die inzichtelijk maakt waaraan de gelden zijn besteed. Tot slot voorzitter, zou het kunnen zijn dat de overschotten van de als er overschot blijft van de gelden, dat die gelden niet, dat daar niet duidelijk van is waar die gelden zullen blijven. En wij zouden heel graag, en dat is een vraag aan de wethouder, willen vernemen dat als er sprake zou zijn van een overschot, hoe we die gelden beschikbaar houden voor waar het voor bedoeld is. En tot slot, voorzitter, hebben wij een amendement. En ik zal alleen het besluit, hè, want de motivatie is wel opgenomen, maar dat heb ik zojuist mondeling verwoord. Zal ik het besluit voorlezen en dat gaat als volgt. Raad bijeen, besluit. In te stemmen met de gewijzigde verdeling en inzet van de kleinsmaarmiddelen in de gemeente Ommen. De wijzigingen zijn de volgende. De benoemde fondsen, jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds en het noodfonds, te combineren tot 1 fonds. Zijnde het fonds. Alle kinderen mogen meedoen. Aan dit gecombineerde fonds toe te voegen het onderdeel recreatie. Het totaal van het fonds, en dat is dan exclusief de Stichting Leergelden, het totaal van het gecombineerde fonds alle kinderen mogen meedoen, te stellen op een totaalbedrag van 30.000 euro. De diverse budgetten voor provincie te combineren en te stellen op een totaalbedrag van 10.000 euro. De vrijgekomen middelen door het schrappen van jeugd uit het participatiefonds eenmalig te gebruiken voor inrichting van het voorportaal en daarna deze middelen structureel toe te voegen aan het fonds, het gecombineerde fonds, alle kinderen mogen meedoen. Ten zesde, de op te richten stichting Leergelden op te dragen om jaarlijks een verantwoording van de besteden gelden te overleggen. En vervolgens is er een toelichting, voorzitter, en die heb ik eigenlijk zojuist mondeling al gegeven, dus daarmee is het amendement voorgelezen. En ik dien hem graag bij deze in. En dat was ten eerste mijn voorzitter. Dank u. U dank u wel. Het CDA. Is vanaf de kant van het CDA behoefte tot inbreng? Gaat u gaan. Ja, hij doet het. Ja, voorzitter. Bent u zo? Ja. Kan ik? Voorzitter, luistert. Gaat uw gang. Oké, sorry. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een notitie die recht doet aan de titel, namelijk alle kinderen van 0 tot en met 18 jaar mogen meedoen door middel van een aantal maatregelen, extra gelden te reserveren, voorziening in natuur aan te bieden, extra aanvullende maatregelen op bestaand beleid te treffen of het vergroten van het bestaand bereik mogelijk te maken. Tevens wordt er ook in het stuk nog nadrukkelijk naar gestreefd om op lokaal niveau samen te werken met bestaande maatschappelijke organisaties, om zo te komen tot een gezamenlijk aanbod met 1 aanspreekpunt. Ook aan preventie en bewustwording door middel van spellen en mobility mentoring wordt de nodige aandacht besteed, lees ik. Ook is er nog een heel klein budget, en dat vinden wij ook heel goed, het zogenaamde groeibudget voor inwonersinitiatieven. Het gewijzigde voorliggende voorstel met de nodige verduidelijkingen en aanvullingen ondersteunt het CDA volledig.
Vooral de punten met betrekking tot communicatie en evaluatie zien wij als een grote verbetering. Het CDA denkt dat het met de voorlichtende notitie gaat lukken om meer leerlingen en kinderen te laten deelnemen aan sportieve, maatschappelijke en educatieve activiteiten. De toegezegde evaluatie na 1 jaar in combinatie met het armoedebeleid zien wij dan ook gaande tegemoet. Wel heeft het CDA nog 2 vragen. In het opgerichte noodfonds, zoals in de notitie vermeld, dragen de kerken in Ommen bij en er komen gelden uit de kleinsmamiddelen, te weten 5.000 structureel voor 1 maal. Wat draagt de gemeente hieraan bij? Dat staat nergens. En ten tweede, u heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de kleinsmaatgelden in te zetten voor 0-jarigen, bijvoorbeeld bij dat babyzwemmen. En u schreef in de toezegging dat u de mogelijkheden zou onderzoeken. En dat zouden we graag van u horen. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn uw persoonlijke bevindingen daarbij? Dat waren onze vragen. Ik begrijp dat de wethouder een heel spannende beantwoording gaat verzorgen. Gaat u gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kan de heer Leubik geruststellen. Ik heb diploma C gehaald, dus er is voor mij geen aanleiding meer om specifiek zwemles te nemen. Voorzitter, er zijn een aantal onderwerpen genoemd en laat ik ze ook maar even systematisch... er gaat iets niet goed met de techniek. Ik had nog gezegd op de microfoon te zullen letten, dat ging dus niet goed. Eens kijken, dan ben ik even naamloos. Nou, de aanhouder wint. Voorzitter, er zijn een aantal onderwerpen genoemd, laat ik die systematisch behandelen. Allereerst het algemene verhaal van, hoe vergroten we het bereik of is er nou sprake van versnippering? Tweede verhaal betreft de 0 tot 18-jarigen en dan specifiek op het babyzwemmen. Het derde onderwerp is het noodfonds, kerken en wat iets meer zei. En het vierde is van, hoe zit het nou eigenlijk met mobility mentoring? Laat ik beginnen met het verhaal van de versnippering of het vergroten van het bereik. Ik ben het geheel met de heer Marsman eens. Het zijn inderdaad best wel een aantal verschillende instanties en ook verschillende arrangementen. Maar die zijn er wel voor bedoeld om de armoede ook echt breed aan te pakken. En ik snap wel dat, dat is met name de kern van het verhaal van de VOV, dat we op moeten passen voor versnippering. En zeker moeten mensen daar geen last van hebben. In de praktijk blijkt evenwel op dit moment, met onze ervaringen die er zijn op het gebied van jeugdsport en jeugdcultuurfonds, dat de verschillende fondsen op zichzelf genomen niet het probleem zijn. Het probleem is inderdaad de toeleiding. Het feit dat daar meerdere formulieren moeten worden ingevuld. Dus dat willen we in feite gaan oppakken. En dat heeft hij zelf ook aangegeven. Je moet eigenlijk 1 formulier kunnen invullen van dat je in aanmerking wil komen voor. En dan moeten wij ervoor zorgen dat de mensen worden ontzorgd. En dat er dan een passende, en daar gaat het om, een passende voorziening wordt getroffen. Ik denk dat dat ook recht doet aan de bedoeling van de kleinsmaatbrief. De heer Moerman wees er al op. Het gaat erom om alle kinderen te laten meedoen en daar moet je echt ontzettend precies in zijn. We hebben vast moeten stellen, helaas, en dat geldt trouwens niet alleen voor de kinderen, maar ook voor mensen van latere leeftijd, dat het heel lastig is om die te laten deelnemen in onze armoederegelingen. En deels is dat dus een stukje onbekendheid en deels is dat een beetje gebrek aan erkenning. Kijk, en herkenning. Het gaat erom dat men gewoon ziet van, ik heb behoefte om aan een sport mee te doen. Dan weet men dat er een speciale voorziening is. Ik heb behoefte om een muziekinstrument te bespelen. Men weet dan dat daar een specifieke voorziening is. Ik heb behoefte aan een laptop. Nou ja, daar willen we in voorzien door middel van die stichting Leergeld. Met andere woorden, ik denk dat het toch goed is om wetende dat we wel de mensen moeten ontzorgen en dus de administratieve procedure tot een minimum moeten beperken, toch verschillende ideeën, fondsen moeten houden. Dus als zodanig heb ik geen behoefte aan het amendement van de VOV.
Dan 0 tot 18 jaar. Babyzwemmen en wat iets meer, zei de heer Mors, wees er al op. En ook de heer Leuwig vroeg ernaar. We hebben even heel goed nagegaan van, goh, wat is hierin mogelijk? Allereerst, volstrekt terecht dat men zegt, van ja, het gaat inderdaad voor 0 tot 18-jarigen, dus je moet wel de opening geven. En daar zijn we ook echt toe genegen. We hebben wel even berekend wat een algemene leeftijdsverlaging, dus met een open voorziening zou betekenen. Dat zou betekenen dat we zwaar boven ons budget komen. Maar ambtenaren hebben een alternatief bedacht en uitgerekend. En die komt erop neer dat wij foutjes kunnen verstrekken voor mensen, in het bijzonder ook voor babyzwemmen. We hebben even gekeken naar de vraag die er op dit moment ligt. En we kunnen het mogelijk maken om 21 foutjes te verstrekken. En dat betekent dat je dan 4 lessen kunt volgen voor babyzwemmen. Het kan eventueel verdubbeld worden. En die foutjes die kunnen wij ook financieel waarmaken. En ons idee is van, goh, laten we dat eens een jaar proberen. Even kijken van hoe zich dat ontwikkelt. Ook kijkend naar het einde van het jaar van, oké, wat is er gebeurd met de gelden? Hoe zijn ze benut? En ook de vraag van de heer Middelkamp van, goh, als er geld over is, strikt genomen, moeten wij dan het geld in de algemene reserve doen. Maar gegeven de zachte oormerking van deze gelden, is er alleszins voor te zeggen dat het dan toch ik voor dit doel moet worden bestemd. Maar goed, nogmaals, daar gaat u over als raad. Maar het college zal dan in ieder geval de eerste poging doen om daar een invulling te geven. Dan het noodfonds. Mevrouw Schunselaar vroeg naar, ook de heer Leuwik. Wat is daar aan de hand? Nou, ik heb een gesprek gehad met een delegatie van de diaconieën. Ik moet zeggen, een buitengewoon constructief gesprek. En daar is me heel helder geworden van wat men wil. Men heeft in feite gekeken naar goede voorbeelden elders in Nederland, onder andere in Steenwijk. En wat je ziet is dat de kerken het breed willen opzetten. En wat betekent dat? Dat betekent dat ze een noodfonds willen voor iedereen. Ongeacht gezindte, ongeacht of men kerkelijk is of niet. Het tweede is dat ze ook hebben vastgesteld dat alle diaconieën willen meedoen in Ommen. En ten derde dat men ook graag bereid is om andere partijen daarbij te betrekken. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan Humanitas. Nou, waar wordt dan aan gedacht? Er wordt gedacht aan een apart fonds en een aparte rechtspersoon, waar bijvoorbeeld in stichtingsvorm, waar een aantal prominente ommenaren bereid toe worden verklaard om tot deelnemer te worden, of bestuurslid te worden en dan ook verstrekkingen te regelen. We hebben gelukkig gezien dat er goede voorbeelden in Nederland zijn. Dus op zichzelf genomen hoeven we op dat punt gelukkig niet meer veel te verzinnen. Wat je ziet elders in Nederland is dat er bijvoorbeeld hele professionele screening wordt gebruikt. Bijvoorbeeld van de voedselbank. Wat we ook zien is dat de aanlevering geschiet door organisaties die dit initiatief ook willen ondersteunen. Wat dat betreft heeft OM ook geweldige kansen. Want we hebben natuurlijk onze convenant armoedevrij en daar. Nou, er zijn al ongelooflijk veel organisaties die dat ondertekenen. Met andere woorden, dit is kansrijk. Wel belangrijk om hier dus een apart fonds van te maken. En niet zoals de VOV bepleit, om dat onder de gemeentevlag te doen, als één groot fonds. En waarom is dat zo? Omdat het noodfonds, een aparte rechtspersoon, direct kan acteren. Kijk, de gemeente die moet op basis van alle rechtmatigheidseisen een procedure door. Een noodfonds kan direct dezelfde avond nog een verstrekking geven. Dat is ook de reden waarom elders in Nederland dingen als een noodfonds worden opgetuigd. Ten slotte de mobility mentoring. Mevrouw Schunselaar vroeg er nou aan van, hoe zit het nou wat meer precies? Nou, als gezegd ook in de commissie. Dit is natuurlijk een stukje preventief beleid. En ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. En ja, ik heb ook zelf met mevrouw Kleinsma erover gesproken en die is daar zeer over te spreken. En wat dat betreft is het beleid van het college wel haaks op het idee van de VOV. Wij willen niet inboeten op preventief beleid. We roepen al steeds in het kader van het sociaal domein, wij moeten af van alleen maar het curatieve denken. En natuurlijk is het belangrijk om ook dat curatieve te pakken. Om ook af en toe geld rechtstreeks te geven. Dat is waar.
Maar we moeten af van alleen maar potjes. We moeten ook daadwerkelijk preventief beleid voeren. En mobility mentoring geeft je de gelegenheid om dat nu eens een keer integraal op te pakken. Het misverstand wat misschien uit de notitie bleek, namelijk dat dit geld dan wordt ingezet voor bijvoorbeeld ambtelijke kosten, dat kan ik inderdaad weer spreken. Het is met name bedoeld voor incentives, voor prikkels, voor jongeren. En dan kunt u aan hele praktische dingen denken. Dan komt het ook direct ten goede aan jongeren. Het gaat om positieve prikkels. Een voorbeeld. Een jongere van 18 jaar zit in de schulddienst. Die wordt uitgenodigd om te zeggen van, goh, praat nou eens eventjes om iets sterkers te doen aan je opleiding. Ga naar het Alfa College, dan moet je naar Hardenberg. Op dit moment wordt het treinkaartje niet vergoed. Dus wat zien we dan? Men gaat niet. Nou, dat zijn maar die hele kleine praktische dingen, maar het zit dus in die kleine dingen. En wij moeten dus die kleine dingen pakken. En dat moeten we gaan vergoeden. We moeten die positieve prikkels zien te pakken. Voorzitter, dat lijkt mij voldoende voor de eerste termijn. Dank u wel. Gaan wij over naar de tweede termijn. Heeft de heer Marsman behoefte? Kan vanaf die plaats, ja. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Op zich geen vragen aan het... aan de wethouder, maar wel een reactie op de amendement die ik al wel wil geven op dit moment. Kijk, ik heb in onze bijdrage gesproken over het feit dat wij als fractie van de ChristenUnie het allerbelangrijkste vinden is dat we het bereik vergroten. En dat we proberen op alle mogelijke manieren zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen aan deze kleinsma-gelden. Dat daarbij dan enige versnippering optreedt, dat hebben we vastgesteld. Dat is ook in een commissie uitvoerig besproken. En daar is ook de toezegging geweest dat er een evaluatie komt. En dat is voor ons voldoende om te zeggen van dat wij graag in dit voorstel gewoon mee blijven gaan en het abonnement van de VOV niet zullen steunen. De vereenvoudiging van formulieren, dat zijn natuurlijk zaken waar we natuurlijk wel heel erg voor zijn. Als daar slagen gemaakt kunnen worden, dan heeft dat natuurlijk gelijk onze goedkeuring. En dat juichen we zelfs toe. Maar in ieder geval kunnen wij als fractie van de ChristenUnie niet meegaan in het abonnement. Dank u wel, de heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Wat betreft het amendement kan ik me heel aansluiten bij de ChristenUnie. Wat betreft de beantwoording. Wethouder, dank voor de beantwoording. Ook wat betreft mobility mentoring. Dan rijst nog wel de vraag, waarom is dat dan een eenmalig bedrag? Die 5.000. En nog even over de mogelijke overschot wat er zou zijn in 2000, volgend jaar... En wat er dan mee gebeurt, of het nou een zacht geoormeerd geld is. Er is een motie ingediend door de Partij van de Arbeid van 15 december 2016, waarin dit geld geoormerkt is om in te zetten voor bestelling van armoede. En mevrouw Kleinsma heeft in haar brandbrief van 14 juli jongstleden dat nog eens een keer extra benadrukt. Dus ja, nog strakker oormerken kan bijna niet, zou ik zeggen. Die motie is door bijna alle partijen gesteund, behalve door de VOV. Nou, voorzitter, dit was het. Dank u wel. Heeft mevrouw Schunsel een behoefte? Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik moest ook weer even lachen om de reactie van het babyzwemmen. Want de wethouder die dacht al, nou, dan moet ik ook aan de bak. Maar hij zegt, ik heb het C-diploma. Toen dacht ik, het is misschien wel verjaard. Maar even alle gekheid op een stokje. Nu is dit babyzwemmen er, of babyjog, of wat dan ook. Maar misschien zijn er nog wel andere initiatieven, andere ideeën die ook belangrijk zijn. Dus ik zou eigenlijk veel liever willen hebben... Kijk, die foutjes, dat is een mogelijkheid. Maar ik wil het toch gewoon openlaten van... misschien komen er andere initiatieven die ook gewoon de aandacht nodig hebben. Dus ik wil nog niet helemaal vastpinnen op babyzwemmen. Maar oké, die foutjes zeg ik, nou ja, daar wil ik wel voor een jaar meegaan om te kijken of het werkt. Nou, dank u in elk geval voor de beantwoording ten aanzien van dat mobility mentoring. Dat heeft me iets meer de argwaan een beetje weggehaald. Want ik was bang dat het zou besteed zou worden, dat geld besteed zou worden aan cursussen, wat dan ook. Maar het is echt specifiek hierop gericht. En ik begrijp uw verklaring ook. En ik kan me daar ook, niet alleen begrijpen, maar kan me er ook in vinden. Ik kan er ook iets in herkennen. Dat noodfonds, het kwam bij ons enorm over dat het dus alleen over de kerken ging.
U sprak ook over de diaconie. Maar later zei u wel, ja, het is voor alle gezinten, voor alle kerken. En ik neem ook aan dat alle kerken vertegenwoordigd waren in, bij die bespreking. Maar dat ook humanitas toegevoegd kan worden, is ook prima. Dat het gedaan wordt met een aparte rechtspersoon en dat er op het moment dat acute nood is, dat er direct wat gedaan wordt, dat vinden wij gewoon heel belangrijk. Gaan we even naar het amendement toe. Ik begrijp het nog helemaal niet. Want we hebben dus een keurig een lijstje gegeven waar het allemaal voor bestemd zou worden. Dat geeft voor mij een stuk helderheid. Cultuurfonds, sport, et cetera, et cetera. En kijk, als iemand door omstandigheid een weekend weg moet, dan kan het, als het zo aan de hand is, wel ergens ondergeschoven worden. Dan zullen wel criteria aan zitten. Althans, daar ga ik vanuit. En gelet ik op de beantwoording van de portefeuillehouder in zaken dit amendement. De beantwoording vinden wij voldoende en wij zullen dit amendement dan ook niet steunen, omdat het ons inziens niet meer verheldering geeft. De verheldering in de notitie is voor ons helemaal klip en klaar helder. Dank u wel. Heeft de heer Mors behoefte aan de tweede termijn? Gaat uw gang. Ja, dank u zeer, voorzitter. Wij hebben voorafgaand aan deze vergadering een amendement voorbereid over het babyzwemmen, babyyoga, et cetera, et cetera. Maar het antwoord van de portefeuillehouder geven wij het voordeel van de twijfel en we zullen het amendement dus niet indienen. Maar ja, we zijn het dus redelijk met elkaar eens als ik de voorgaande sprekers zo goed heb gehoord. Het is natuurlijk wel een creatieve oplossing die er bedacht is met de vouchers. Maar die zouden we dan ook het liefst niet alleen willen voorbehouden aan het babyzwemmen, maar ook eventueel aan andere activiteiten die daar ook een rol bij kunnen spelen. Dus ja, we zijn vooralsnog tevreden met de beantwoording van de portefeuillehouder en we zullen dus volgend jaar bij de evaluatie kijken hoe het er dan voor staat. Voor wat betreft het amendement, ja, uiteraard D66 is ook hartstikke tegen de administratieve recreatie. Dus als het allemaal een beetje in één formulier gefrommeld kan worden, graag. En verder denk ik dat ik ook aansluit bij de voorgaande sprekers en ook dezelfde argumentatie, dus wij zullen het ook niet steunen. Dank u zeer. Dank u wel voor de bijdrage, de heer Middelkamp. Ja, voorzitter, ik zou bijna zeggen, waarom verbaast me dit eigenlijk niet? Maar toch willen we graag nog eventjes, alhoewel we merken dat er geen enkele steun is voor het amendement, een paar dingen naar voren brengen, voorzitter. Allereerst hebben we een pleidooi gehouden om ook voor kinderen die niet in de klas mee kunnen doen omdat ze thuis geen geld hebben voor vakantie of een dagje uit. En daar hebben we een recreatiedoeleind voor gedefinieerd. Daar heeft de wethouder niks over gezegd. Dat zouden we alsnog wel graag fijn vinden, voorzitter. Wat het combineren van de potjes betreft, wij dachten daarmee, niet om het te herhalen, maar toch nog om eventjes wat toe te spitsen, de hele systematiek werkbaarder te maken. Wat nou als er in enig jaar wat meer kinderen zijn die muziekonderwijs zouden willen volgen, maar er zijn er al 5 kindertjes geweest en er zit geen geld meer in dat potje. Dat is toch niet wat je zou willen als je hoog in je vaandel wilt hebben, alle kinderen mogen meedoen. Dus dat zou van jaar tot jaar kunnen verschillen. En daar moet je dus niet, naar ons idee, zo rigide mee omgaan. En dat moet je werkbaarder maken. Reden te meer om dit belangrijk te vinden en gek te vinden, zoals de wethouder reageerde, geen behoefte hieraan te hebben. Want de wethouder gaf aan, ik wil af van potjes. Als je nou eens kijkt naar het voorstel wat er ligt, dan staat dat helemaal bol van potjes. 2000 hier, 3000 daar, 5000 voor de kerk, nog een beetje voor leerfonds, nog een beetje voor het trainen van mensen. Het staat bol van de potjes, voorzitter. En dan begrijp ik echt niet wat de wethouder bedoelt met geen behoefte hebben aan het abonnement en af willen van potjes.
Zo ook, voorzitter, zijn wij niet overtuigd door helemaal niet. En het verbaast me dat iedereen, nadat we in de commissie toch andere geluiden hebben gehoord van een aantal fracties, nu ineens de aparte rechtsvorm die in het leven moet worden geroepen. Weer een apart loket, weer mensen die zich gaan buigen over een paar duizend euro, weer een potje. Waarom dat beter zou zijn dan dat te laten. Laat de gezamenlijke kerken, de diaconieën, et cetera, alle ketenpartners goed weten welke mogelijkheden er zijn. En laat ze een beroep doen op de gemeente. En als dat in een crisissituatie om snel handelen vraagt, waarom zou de gemeente dat niet snel kunnen effectueren? En waarom kunnen kerken dat wel, voorzitter? Dus waarom weer een aparte toeleiding zonder dat daar echt een duidelijke motivatie voor is gegeven, anders dan dat het ergens goed werkt. Maar het zou zonder dat het in Steenwijk goed werkt, op heel veel andere gemeentes misschien nog wel veel beter kunnen werken. En dan, voorzitter, tot slot, en dan beëindig ik wat ons betreft, wat de fractie van de VOV betreft, onze tweede termijn. De wethouder gaf aan dat we anders moeten gaan denken. Voorzitter, daar willen we eigenlijk bezwaar tegen maken, want als raadslid hebben wij denk ik het recht om te overdenken en te vinden en te denken wat we willen. En waarom hebben we nou voorgesteld om het curatieve aspect van de kleinsmaargelden een voorrang te geven, althans nu in deze start, boven het preventieve? Voorzitter, misschien toch nog goed om even, niet dat het veel uitmaakt, maar toch nog even benoemen waarom we dat hebben voorgesteld. De kleinsmaargelden zijn niet bedoeld om, althans driekwart daarvan, want daar hebben we het over, om driekwart van die gelden te gebruiken voor een voorlichtingscampagne aan kinderen die waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, nooit in armoede zullen komen. Voorzitter, als we die gelden hadden gehad, dan hadden we prachtige preventieve aspecten kunnen optuigen. Waar het om gaat is dat alle kinderen die in armoede leven mee kunnen doen. En dat heeft een behoorlijk hoog curatief inhoudelijk gehalte. De drie niveaus van onderwijs die preventief worden meegenomen, voorzitter, daar zal, als je in een klas zou rondkijken, een heel klein gedeelte op termijn helaas in armoede terechtkomen. Dus hoe effectief is het geld als je dat nu curatief voor kinderen die in armoede leven en die niet op vakantie kunnen, niet een dagje uit, niet zwemmen, niet naar de muziekvereniging, et cetera, geen fiets hebben om naar school te gaan. Waarom zou je daar zo rigide met die potjes overweg gaan en wel dik voor de drie verschillende niveaus aan preventie werken zonder dat je daarvan het effect weet? Wij zijn niet tegen preventie, maar wij zijn tegen deze verdeling van de potjes. En deze duit hadden wij nog graag in onze tweede termijn in het zakje gedaan, voorzitter. En we hoorden graag nog een reactie van de wethouder. Dank u wel. En ik dank u. De heer Leuwik. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals in mijn eerste betoog al een beetje gezegd, het CDA vindt het best wel een goed voorstel. En ik heb ook de argumenten daarvoor genoemd. En de twee vragen die ik gesteld had, die zijn voldoende beantwoord. En daarom zou ik ook willen zeggen, wij kunnen zeer instemmen met dit voorstel. En met betrekking tot het amendement, ja, daar kunnen wij niet mee eens zijn. Dan zou ik ons huiswerk weer helemaal opnieuw moeten doen. En dat zien wij eigenlijk ook niet zitten. En natuurlijk, we hebben na één jaar een evaluatie. Ik ben zeer benieuwd wat daar nou uit zal komen. Echt waar. Dus wat dat betreft zullen wij het amendement niet steunen. Dank u wel, wethouder. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Laat ik de vragen maar even puntsgewijze nalopen. Allereerst de heer Moerman. Het gaat wel om een eenmalig bedrag. Dit is echt een experiment voor ons. En we gaan kijken hoe het zich gaat uitmiddelen. Ik sluit overigens niet uit dat we volgend jaar er inderdaad een structureel verhaal van gaan maken. Maar we willen eerst het mobile mentoring, zeg maar, niet alleen in ons eigen ambtelijk apparaat, maar ook bij de andere organisaties goed wegzetten. Dus even kijken hoe het zich vertaalt. En de prikkels, die gaan we gewoon eens even kijken hoe dat erbij helpt. Maar daar komen we zeker op terug. Mevrouw Schunselaar,
Ja, u zei van god, die voucher, dat kan maar, het moet wel wat breder, niet alleen zwemmen. En dat was ook in feite de opmerking van de heer Mors. Ik zeg graag toe om het dan inderdaad te gaan verbreden. We weten nu van in ieder geval concrete wensen op het gebied van baby zwemmen. We hebben één suggestie gekregen, maar nog niet concreet, over baby yoga. Daar bleef het bij. Maar ik zeg u graag toe om de regeling zodanig ruim te maken dat ook dat soort initiatieven mogelijk zijn. Overigens, we hebben natuurlijk nog wel een groeibudget. Weliswaar een heel groot bedrag, maar het leent zich misschien ook daarvoor. En dat kan overigens ook worden benut, en dat naar richting de heer Middelkamp, voor recreatie. De heer Middelkamp gaf nog even aan, hoe zit het nou precies met potjes ten opzichte van? Kijk, mijn zwaar tegen het verhaal van potjes richtte zich op het verhaal van curatief versus preventief. Ik zei van, goh, we moeten oppassen dat we niet alleen maar, vanuit potjes mensen curatief ondersteunen. Waar het om gaat is dat we zorgen dat we mensen uit de armoede situatie halen. En nog beter is het dat we voorkomen dat ze erin terechtkomen. En dat geldt ook voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs. U zou het aantal leerlingen niet de kost moeten geven die niet alleen in armoede gaan terechtkomen, maar wat er al daadwerkelijk in zijn. Er zijn te veel situaties, helaas, waar sprake is van abonnementen die kinderen echt in verlegenheid brengen. En ja, het omgaan met geld is een vak apart. Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Budgetbeheer is niet alleen maar een zaak wat moeilijk is voor ouderen, maar ook juist voor jongere mensen. En ja, daar moeten we echt mee aan de slag. Vorige keer heb ik nadrukkelijk ook gewezen op het Nibud-boekje. Dat wordt aan kinderen verstrekt voor het voortgezet onderwijs. Dat type van initiatieven, daar gaan wij graag mee door. Ja, we kunnen heel veel over preventief en curatief praten, maar dat was in feite het beeld. Heer Middelkamp. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als het zo zou zijn dat je op de middelbare scholen het aantal kinderen dat in armoede leeft niet de kost zou moeten geven, zoals u aangaf, dan is de preventie voor die doelgroep te laat gebleken. En dan hebben we het dus over curatieve maatregelen. En dan heeft preventie geen zin, want de situatie heeft zich al voorgedaan. En bovendien is het hoogstwaarschijnlijk niet aan de kinderen verwijtbaar dat ze in die situatie komen. Maar dat heeft te maken met de gezins- en de sociale en de omstandigheden waarin het kind opgroeit. En dat had ik toch nog wel graag even willen toevoegen als reactie op wat de wethouder zo juist aangaf, voorzitter. Dank u. Natuurlijk is het zo dat de gezinssituatie daarin bepalend is, maar mijn verhaal over bijvoorbeeld mobieltjes is iets wat zowel op het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs speelt. En ja, het gaat inderdaad om hoe ga je goed met je geld om? En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Maar ik stel wel vast dat ook dat er nog een probleem is wat op het voortgezet onderwijs kan worden geleerd. En daar willen we graag mee door. Ja, en het punt van het anders denken. Kijk, uiteraard is het aan de Raad om vast te stellen wat men vindt. Ik heb er alleen gewezen op een consistent beleid. De beleidsnota om elkaar en sindsdien steeds hebben we gezegd van goh, we moeten meer toe naar preventie. Nou, dit is daar ook een voorbeeld van. Dus ik wees je op de consistent gedrag en consistent beleid. Dat was de reden voor de opmerking. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dan zijn we hiermee gekomen aan het einde van de tweede termijn wat dit onderwerp betreft. Dan is er ingediend en gehandhaafd het amendement van de VOV. Dan wil ik dat nu eerst in stemming brengen. Wie is er voor dit amendement? Dan mag ik aannemen dat de rest van de raad tegen is. Dat betekent dat de VOV voorstemt en de overige partij tegen het amendement is verworpen. Ga ik over tot het in stemming brengen van het raadsvoorstel zelf. Ik heb net zitten kijken, gewijzigd raadsvoorstel, maar het raadsvoorstel SEC is niet gewijzigd. Dus dat is het bekende raadsvoorstel luidend in te stemmen met de voorgestelde verdeling en inzet van de kleinsparmiddelen in de gemeente Ommen.
En ten tweede het verruimen van de regelingen van het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds van 110% van het wettelijk minimum tot de grens van 110% gebaseerd op het netto besteedbaar inkomen. Wie is voor dit voorstel? Is er nog ruimte voor een stemverklaring misschien? Er is altijd ruimte voor een stemverklaring. Ja, hartstikke mooi. Ja, heel goed. Voorzitter, alhoewel wij de 55.000 euro zeer toejuichen en zeer sympathiek vinden en ook nodig vinden, vinden we tegelijkertijd ook de motivatie die we hebben gevoerd om de potjes terug te brengen, om curatief aan de slag te gaan. Dat kan je later altijd bijstellen als daar noodzaak toe is. Zo essentieel. Het feit dat we dat noodfonds beheerd door een rechtspersoon van kerken volstrekt overbodig en onnodig vinden, zijn wij om die reden, en niet omdat we tegen het besteden zijn van kleinsmaargelden voor kinderen in gezinnen met een hele smalle beurs, maar zijn wij om die reden, voorzitter, tegen dit voorstel. Dank u wel. Dan maak ik nog een stemverklaring. Nee, geen stemverklaring. Een vraag. Maar u zei het raadsvoorstel is niet gewijzigd, maar we praten daadwerkelijk wel over een gewijzigd raadsvoorstel. Besluit. Het besluit is niet besluit. Ik zie precies dezelfde tekst bij wat ik net voorlas. Het besluit. Het besluit is niet gewijzigd. Juist. Ik neem niemand iets kwalijk. Ik ga toch weer door met mijn vraag van wie is voor. En ik heb CDA al voor zien stemmen tegen. Ja, dan zijn alle voor uitgesloten, dus de VOV. Ik dank u wel. Hierbij is dit voorstel aangenomen. Gaan we over naar agenda punt 7. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Ik neem aan dat een ieder dat ook op tijd heeft gezien en tot oordelen in staat is. En toch gaan we over tot behandeling. Wie wil hierover het woord? Niemand wil het woord. Wie is er tegen? Dan is iedereen voor. Ik dank u voor deze snelle behandeling. Gaan wij over naar nieuw agenda punt 8, zijnde de motie van de VOV. Gaat u gang, heer Middelkamp. En de motie betreft deelname om een experiment participatiewet. Ja, voorzitter, dank u wel. Oh, hij doet het niet. Hij doet het wel. Mooi. Voorzitter, we hadden net even kort binnen onze fractie ruggespraak van ja, moeten we deze motie wel brengen? Want we kunnen al bijna voorspellen hoe deze motie straks ingebracht door de oppositiepartij tot zijn einde zal komen. Maar, voorzitter, niet geschoten, altijd mis en we gaan het toch proberen. En wat we willen proberen, voorzitter, is onder de aandacht van de Raad brengen dat er wellicht een hele mooie kans is voor Ommen om het aantal bijstandsgerechtigden terug te brengen. En die kans die wordt ons geboden door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die eerder dit jaar, begin van dit jaar, een voorstel heeft uitgebracht, en daarover is ook besloten, dat er experimenteermogelijkheden worden toegevoegd binnen de kaders van de participatiewet. Begin juli heeft de staatssecretaris in een tussenevaluatie in een brief aan de Tweede Kamer daarover gerapporteerd. De doelstelling is om vast te stellen door die experimenten, door die experimentele mogelijkheden, welke maatregelen het beste resultaat geven op het verminderen van het aantal bijstandsgerechtigden. En inmiddels zijn er een aantal gemeentes waar goedkeuring is verleend en die gaan van start. En er is een aantal die op dit moment in beoordeling zijn. Ik kan ze u noemen als u dat zou willen, maar dat voert wellicht gezien de tijd een beetje ver. Waar het om gaat is dat een aantal bepalingen in de participatiewet, voorzitter, worden verruimd. Ik noem u een paar voorbeelden. Er komen minder regels bij de sollicitatieplicht. Er komen meer mogelijkheden, ruimere mogelijkheden voor extra begeleiding. En misschien wel een hele belangrijke. Er zal minder gekort hoeven worden op bijstandsuitkeringen in geval er aanvullende inkomsten uit arbeid worden genoten. En dat zou een hele goede stimulans kunnen zijn om uit de bijstand te geraken.
Dan even kort iets over de inhoud, voorzitter. Er mogen maximaal 25 gemeenten meedoen. Het experiment duurt 2 jaar. Het wordt nog een beetje opgerekt naar 3 jaar, maar dat laten we maar even in het midden. Wat bijverdienmogelijkheid, zonder dat dat leidt tot vermindering van de bijstandsuitkering betreft, gaat het om een kleine €200, om precies te zijn €199 per maand. In een periode van 2 jaar hebben we het over een kleine €5000 die bijstandsgerechtigden naast hun uitkering zouden mogen behouden. Maximaal, voorzitter, mogen er 18.000 bijstandsgerechtigden meedoen. Er zijn wel eisen. Je kan niet zomaar meedoen aan experimenten. Je zal bijvoorbeeld halfjaarlijks als gemeente een rapportage moeten opstellen. En die moet aan een aantal wetenschappelijke voorwaarden voldoen. Zodat ook het onderzoek naar welke maatregelen sorteren nou het meeste effect om het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen. Om daarover te rapporteren. De bijstandsgerechtigden, voor de goede orde, nemen deel aan het experiment op basis van vrijwilligheid. Helaas, voorzitter, is het zo dat in Ommen het aantal bijstandsgerechtigden de neiging heeft te stijgen. En de versoepeling van de regels binnen de participatiewet lijken, wat de fractie van de VOV betreft, een mooie kans in zich hebben om te onderzoeken of het aantal bijstandsgerechtigden middels het oprekken van de participatiewet kan worden teruggebracht. Daarom verzoeken we om in samenwerking met andere gemeentes, dat wordt ook duidelijk gestimuleerd, een experiment of misschien meerdere experimenten voor te bereiden en daar de raad over te informeren, voorzitter. En dat leidt tot een motie vreemd die ik nu ga voorlezen. De raad van de gemeente Ommen op 20-7 bijeen. Overweegt dat in de brief van de staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli jongstleden inzicht is gegeven in de stand van zaken van de experimenteermogelijkheden binnen de participatiewet en dat aan 25 gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om mee te doen aan dit experiment. Is van mening dat het experiment voor de gemeente Ommen een goede mogelijkheid is om via dit experiment te streven het aantal bijstandsgerechtigden terug te dringen. En draagt het college op, en dat bestaat uit 2 delen, 1 of meerdere experimenteermogelijkheden voor de gemeente Ommen uit te werken, bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten. En voordat een definitieve aanvraag voor deelname aan een experiment wordt ingediend, bij de daartoe geldende instanties de raad te informeren over de experimenteermogelijkheden, de gekozen samenwerkingen en de eventueel met het experiment gepaardgaande kosten voor de gemeente Ommen en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, dat was onze motie die ik hierbij graag indien. En dat was meteen de eerste termijn bij deze motie. Dank u wel. Ik denk dat die eerste termijn nog te komen. Dank u. Dat is getekend. De wethouder. Graag een reactie. Dank u wel, voorzitter. De motie wordt nu uitgereikt. Kan ook even preciezer worden bezien. Nooit geschoten, altijd mis. Nou ja, Nederland staat met 1-0 voor, dus dat is in ieder geval al mooi. Maar over dit onderwerp, voorzitter, ik heb richting de initiatiefnemer ook al aangegeven dat inderdaad ik deze motie zou gaan ontraden om een hele praktische reden. Het is namelijk zo, dit gaat over zogenaamde city deals en dat is met name voor wat grotere gemeenten. En we hebben even aangekeken, we hebben toch met name gekeken van goh, hoe werkt dit nou uit? En wij komen in beginsel hiervoor in aanmerking, daar geen misverstand over. Maar als we hebben ambtelijk even nagelopen van bij andere gemeenten van goh, hoe kijken jullie nou tegenaan? En dan bleken er toch wel een aantal zware bezwaren. En waar zat hem dat nou in? Nou, allereerst zijn behoorlijke eisen op de wetenschappelijke onderbouwing van een en ander. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd om in samenwerking met universiteiten of hogescholen een en ander te doen. Maar als je ziet wat voor fundatie onder een voorstel komt met controlegroepen en wat iets meer zei. Universiteiten, hogescholen doen dit dus niet voor niks en het wordt dus niet vergoed. Dan moet je allemaal zelf betalen. Ja, dan moet je wel achter je oren krabben. 2, dit kost behoorlijk wat extra inspanning ook van het ambtelijk apparaat. Het vergt projectleiding, het vergt ook in de uitvoeringspraktijk het nodige. En dat is niet begroot en dat is ook niet, wordt ook niet vergoed. En ook nogal een probleem is, en dat hoorden wij van andere gemeenten, dat in feite er ook wel een beperking is in de uitvoering zelf. Dus de vrijheid van dit hele verhaal is ook nog relatief beperkt. Het gaat eigenlijk over intensivering van de reïntegratietraject.
Wat nu, zou je dan zeggen? Want is daarmee het verhaal uit? Nou, dat heb ik ook richting de initiatiefnemer gezegd. Van, de VNG heeft al eerder kennis genomen van een aantal bezwaren, met name ook vanuit de kleinere gemeenten, om dit dan zo te doen. En het is voor de VNG reden geweest om een variant op City Deals te maken. En het heet, heel toepasselijk, Village Deals. Hè? Kleinere gemeenten, Village Deals. En Omme Ees heeft direct aangegeven dat ze daar wel belangstellend voor zijn. En waarom is dat? Omdat we zien dat daar in feite alleen maar een mogelijkheid wordt geopend om ontschot te werken. En dat is passend bij ons beleid. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan, aan de arbeidsmatige dagbesteding. Want daar zien we de schotten. Daar zien we de schotten tussen zorg en tussen werk. En het participatiespoor en het werkspoor. En ik heb met zeer onlangs met de RBW gesproken over van goh, zijn jullie ook bereid en in staat om zeg maar mee te denken om dat schot te slechten? Daar zijn ze toe bereid. En datzelfde geldt voor Baardenborg en datzelfde geldt voor Larkom. Dus daar ligt wel degelijk een kans. Het voordeel van Village Deals is bovendien dat dit daadwerkelijk wordt ondersteund door de VNG. Zodat onze kosten als het ware dan ook tot een minimum kunnen worden beperkt. Met andere woorden, ik denk dat de insteek en het motief van de VOV die onderschrijven. Maar het verhaal van de City Deal is dus wat ons betreft niet passend en te kostbaar. Maar het doel kan wel degelijk worden gehaald via Village Deals. En ik ben graag bereid om in september dan met een wat uitgebreider voorstel naar uw raad te komen. Tot zover. Dank u wel. Als ik u goed begrijp, dan amendeert u de motie. Nou, voorzitter, mijn suggestie zou zijn om richting de heer Middelkamp om de motie gewoon aan te houden. Even af te wachten van wat september brengt. Of dat inderdaad overeenkomstig zijn bedoeling is. En dan kunnen we als dan kijken of dat passend is. Ik wil graag de raad in de gelegenheid stellen tot stellen van vragen of maken van opmerkingen. En het lijkt me goed om eerst bij de heer Middelkamp te beginnen. Gaat u gang. Voorzitter, dank u wel. Goed om even wellicht een misverstandje weg te nemen, want de wethouder deed voorkomen alsof wij uitbundig en uitvoerig vooroverleg hebben gehad. Het tegendeel is waar. We spraken elkaar net kort onder de koffie vlak voor de vergadering en toen ik zei dat er een motie gebracht werd, toen hebben we daar een enkel woord over gewisseld en toen gaf de wethouder al aan dat een village deal misschien wel veel mooier en veel beter is. Voorzitter. Wat ons betreft, we hebben al vastgesteld dat gemeente Omme in aanmerking komt. Dus of je nou groot of klein moet zijn, dat maakt niks uit. We doen gewoon ons werk. We doen ons werk beter en we proberen bijstandsgerechtigden, of ze nou zorgbehoevend zijn of niet, proberen we via een experiment, als we deze motie serieus zouden nemen, proberen we aan werk te helpen en uit de bijstand te krijgen, voorzitter. En dat is het Village Deal, dat hoorde ik zojuist, daar hebben wij geen kennis van. Dat is voor ons een nieuw fenomeen. Maar het is ook niet, zoals ik het begrijp, of zoals wij het begrijpen, voorzitter, een vervanging voor de experimenteermogelijkheid van wat Kleinsma heeft gebracht. Want het gaat over ontschotten van zorg en over werk. En ik hoor niet dat we daarmee op de wijze zoals Kleinsma ruimte geeft binnen de participatiewet om bijstandsgerechtigden en daar experimenten mee te doen uit de bijstand en aan het werk te krijgen. En ik weet dus ook niet of dat precies hetzelfde is. We zouden de motie wel kunnen aanhouden. Het ligt een beetje aan hoe er op gereageerd wordt. Maar we hebben nog steeds het idee dat dit wel degelijk, als je in samenwerking met collega gemeentes, en dat zou Vechtelbreed of in Overijssel of waar dan ook, gemeentes die bereid zouden zijn. En ja, het kost inderdaad energie als je hier een project van maakt. Hè, daar zal iets van projectleiding op moeten. Als je dat kunt delen in samenwerking met andere gemeentes, dan vallen de kosten wel mee. Maar laten we niet vergeten, voorzitter, dat als iemand hierdoor aan het werk raakt, dat je, en ik heb dat niet uitgerekend, maar ik doe dat nu even uit mijn hoofd, ongeveer iets van 13.000 euro bespaart. Dus je hoeft niet zo heel veel bijstandsgerechtigden aan werk te helpen via deze experimenten om misschien al wel heel snel uit de kosten te komen. Als dat niet het geval is en het is geen positieve business case, dan zou je er misschien niet aan moeten beginnen. Vandaar dat we ook hebben gevraagd
Denk er eens over na. Onderzoek de mogelijkheid. Onderzoek partnership met andere gemeentes. En geef ook een kostenplaatje aan. En laat ons zien, in de vorm van een business case, althans dat staat er niet letterlijk, maar zo hebben we dat bedoeld, of we hier een goede kans laten liggen als we dit niet oppakken. En daarmee, voorzitter, heb ik mijn eerste reactie namens de fractie van de VOV gegeven. Dank u wel. Dank u wel. De wethouder heeft eerder vanavond aangegeven alle reacties achter elkaar te willen horen en dan te reageren. Maar ik hoorde één element in het betoog net van de heer Middelkamp dat mij van belang lijkt voor de reactie van anderen. En dat is de vergelijkbaarheid tussen de twee verschillende deals. En ik stel voor dat de wethouder daar toch maar eerst even op in wil gaan om een wat meer zuivere reactie waarschijnlijk te krijgen van de andere fracties. Als je daarmee eens bent, dan graag antwoord. Hebt u een kaartje ook? Dank u wel, voorzitter. De regelingen zijn inderdaad niet helemaal vergelijkbaar. Het is wel zo dat wat wij begrepen van de Village Deal, is dat ook wel degelijk mogelijk om bijstandsgerechtigden daarbij te betrekken. Dat is één. Twee, wat we ook hebben begrepen, is dat de kosten van de Citydeal hoog zijn. Niet alleen vanwege de eigen overheidkosten, dus projectleiding en dergelijke, wat u zei. Maar juist ook vanwege de uitwerking bij universiteiten en hogescholen, controlegroepen, et cetera. Het is echt wel een heel stevig verhaal. Los van die uitvoering, je moet het ook nog in je verantwoording rapportage meenemen. Dus dat brengt een aantal nadelen met zich mee. Dus dat was de reden waarom in ieder geval ambtelijk werd gezegd van als je iets wil pakken, pak dan Village Deals. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Omdat juist ook de organisaties, dus LARCOM, Walenborg en RBW zeiden van goh, daar zit een schot waar we ontzettend veel last van hebben. Dus laten we dat pakken. Maar als u aangeeft van wil nog eens even kijken en bijvoorbeeld met Hardenberg-Dalfsen eens even dit in gesprek brengen, ben ik graag bereid om dat gesprek te openen. Als dat u tegemoet komt, dan komen we er in september op terug. Dan houden we hem aan. Dat zou wat mij betreft dan het idee zijn. Even voor de goede orde, het ging mij er dus om een verduidelijking te krijgen op het punt van de vergelijkbaarheid en niet om op dit moment even een discussie los te maken. D66, de heer De Vries, gaat u gang. Ik wou in die zin ook een duitje in de zak doen, omdat er door de VNG inderdaad op het internet iets gemeld wordt over de Village Deal. Maar de interpretatie van wat ik daar lees is toch anders dan de strekking van het voorstel van, VOV. En als ik het eerlijk gezegd lees, dan kunnen er slechts 5 gemeentes aan deelnemen. En was de aanmeldperiode tot 28 juni. Dus wat dat betreft denk ik dat dat in ieder geval op dit moment voor ons geen optie is. Wat ik wel heel aantrekkelijk vind van het voorstel van Village Deals is dat het eigenlijk ingaat op een filosofie die we in de gemeente ook al hebben, namelijk dat wij in het participatiespoor een aantal verschillende sporen willen volgen en dat het daar nadrukkelijk de bedoeling is om een aantal mensen die, een wat verdere, grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt op een alternatieve manier te ondersteunen om inderdaad een plek te vinden. En dat is, als ik het althans goed lees, bij uitstek het idee achter de Village Deal. Dus ja, dat zouden we zeker ondersteunen. Maar ik vrees dat als ik het althans zo bekijk, dat het al een gepasseerd station is voor de gemeente Ommen. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik absoluut gecharmeerd ben van het voorstel van de VOV wat betreft de intentie erachter. Maar dat ik denk ik wel de filosofie van de wethouder deel. Namelijk dat de wetenschappelijke kosten zo hoog zullen zijn dat dat voor een kleine gemeente als Ommen wel erg prohibitief is. Dank u wel. VVD, mevrouw Schunselaar. Ja, dank u voorzitter. Ik heb ook snel even gezocht op VNG over de Village Deal. En daar kwam ik inderdaad de datum tegen, over 28 juni. En voor 19 juni ik telefonisch contact opnemen en maximaal 5 gemeenten kunnen deelnemen. Dus hoe ver dat nu nog relevant is, daar hoor ik graag iets meer over. Ik wil graag eerst even toch een eerste reactie geven. En op datgene wat de heer Middelkamp zei, van ja, moties van oppositiepartijen worden op voorhand al verworpen. Nou, ik breng even in herinnering dat de heer Wasman de eerste aantreden in de raad, en hij had een amendement, dacht ik,
Of het karbietschieten. Nou, het was werkelijk raak. Dus die vlieger gaat niet helemaal op hier, Middelkamp. Maar ik vind dus een motieamendement moet je gewoon dus op zijn merites beschouwen. En dat wil ik dit ook graag doen. Ik begrijp de strekking wel van deze motie. Iedereen wil natuurlijk graag zorgen dat er zo weinig mensen in die situatie komen en ook er weer uitkomen. Dat tenminste zoveel mogelijk mensen kansen geven. Maar ik ben wel gecharmeerd van het, datgene wat de wethouder zegt. Dus de city deals en de village deals. En ik denk dat er toch nog wel wat tussen zit, alles bij elkaar. Dus dat is een reden dat ik zeg, wij vinden deze motie sympathiek, we begrijpen hem wel, maar ik zou willen voorstellen om deze motie aan te houden en kijken wat er verder straks uitkomt, wat voor meer mogelijkheden we hebben. Dank u wel. De heer Moerban. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is inderdaad een hele sympathieke motie en ik kan er ook heel veel mee gaan. Goed, de wethouder heeft ook al aangegeven de kosten. Nou goed, wat zijn die kosten dan? Hoe hoog worden die kosten? Village deals klinkt inderdaad heel aantrekkelijk. Maar goed, dat hoor ik dus ook net dat het wel of niet nog mogelijk is. Ik refereerde bij het agendapunt kinderarmoede over de brief die mevrouw Kleinsma had gestuurd. En dezelfde brief die ze gestuurd heeft, heeft het ook inderdaad over de experimenten van de participatiewet. Waarin inderdaad de gemeente Groningen, Wageningen, Tilburg, Deventer en Nijmegen, die hebben toestemming gekregen om het mee te beginnen. Dat zijn inderdaad geen kleine gemeenten. Het gaat ook nog wel om een Europees subsidiefonds. Nou, dat is ook nog de vraag of je überhaupt daarvoor in aanmerking komt. Dus al met al zitten inderdaad heel veel haken en ogen aan. Ik zou graag meer informatie willen hebben over de village deals. En of dat wel al dan niet nog mogelijk is om daar mee te deel te nemen. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Heeft de Christen die behoefte? Heer Marsman. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou ja, afgezien van het feit dat Ommen natuurlijk een stad is, zou je zeggen van, nou ja, dan horen wij wel tot de city deals in plaats van de village deals. Maar ik denk inderdaad dat we wel even moeten kijken naar dat we niet een te grote broek aantrekken. En ik hoor net ook dat er al 5 gemeentes genoemd werden, behoorlijke gemeentes. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft, gaan wij eigenlijk mee in het voorstel wat de wethouder deed, is om toch in gesprek te gaan met wat gemeentes in de omgeving, om te kijken of zo'n village deal iets zou kunnen zijn wat mogelijk bij Ommen zou passen. Dus in die zin willen wij graag die route graag volgen en op dit moment nog niet de motie volgen. Dank u wel. Meneer Leuwik. Ja, voorzitter. Nou goed, we hebben natuurlijk ook goed geluisterd. Iedereen die in een uitkering zit is natuurlijk 1 te veel eigenlijk. En natuurlijk, elk initiatief is ook zeer welkom. Maar als ik het verhaal van de wethouder hoor over de eisen aan de wetenschappelijke onderbouwing en de hoge kosten. En ook de beperktheid in de vrijheid van uitvoering, ja, dan moet je daar denken van, nee, daar moeten we voorlopig niet aan beginnen. Dus wat dat betreft zou ik inderdaad die village deals, dat zou een veel beter iets zijn. Maar goed, er wordt een datum genoemd, geloof ik, als het te laat is, dan zijn we te laat. Maar ja, misschien is het toch voor de heer Middelkamp om toch nog een beetje positief te denken in de toekomst. En niet altijd niet negatief. Ik hoorde vanavond op het nieuws nog net dat onze de werkloosheid nu beneden de 5% historisch gedaald is. Dus ik hoop dat u daar nog een klein lichtpuntje uit kunt halen. Dank u wel voor deze nieuwsberichten, de wethouder. Voorzitter. Nogmaals richting de heer Middelkamp. Ik ben best bereid, dat zal wel na de vakantie worden, om het gesprek te openen met Hardenberg en Dals, om te kijken of we toch op een bepaalde manier dit kunnen doen tegen redelijke kosten. Alleen Ommen lijkt me volstrekt onhaalbaar. Wat betreft Village Deal heb ik een blij bericht voor diegenen die het VNG verhaal hebben gelezen. Het is zo dat ik ben uitgenodigd om mijn voorstel landelijk te verdedigen op 29 september. Dus zag ik net. Ik dacht dat het begin september was. Dus een bericht hierover wordt dan denk ik wel begin oktober. Bij interruptie de heer Middelkamp. Komt hij toch? Ja.
Voorzitter, we hebben een paar keer gehoord dat we denken of veronderstellen dat de kosten, de wetenschappelijke kosten of projectleiding of weet ik wat, erg hoog zijn. Maar niemand weet dat, omdat we niet hebben onderbouwd hoeveel energie van welke soort daarbij te pas komt. Dus waarom niet dat uitgezocht? En als de wethouder toezegt om met een aantal deelgemeenten of gemeentes in de regio een gesprek aan te gaan, is het mij niet helemaal duidelijk of dat nou is in het kader van de experimenteermogelijkheden die Kleinsma biedt, hè, dus waar deze motie ook over gaat, of dat u in gesprek wilt gaan met Hardenberg en Dalfsen over de city, dan wel village deals of welke deals dan ook. Dat is me nog niet helemaal duidelijk, voorzitter. Dat is wel essentieel, want in mijn perceptie, in onze perceptie, zou je nog steeds het een kunnen doen en het ander niet laten. Hoe meer energie we stoppen in het uit de bijstand halen van bijstandsgerechtigden, hoe beter het is. Ja, voorzitter. Village Deal is voor kleine gemeenten. Dat gaat om alleen doen. Als gezegd, 29 september mag ik dat proberen te verdedigen. En mijn toezegging betreft een city deal, dus zoals u dat doet. Maar ik zeg er wel direct bij van Dat wordt ingewikkeld, veel kosten aan. Dat wordt alleen maar wat als meerdere gemeenten zeg maar, ons daarin helpen. Dat zou Vechtdalbreed misschien kunnen. Ik zeg niet dat dat dan kan, maar ik ben wel bereid om dat gesprek met Dals en Hardenberg daarover te openen. Dank u wel. Deze beantwoording en de reacties, zijn die voor u aanleiding om iets te doen met uw motie? Of zegt u nee, wij handhaven die en die komt in stemming? Heer Middelkamp. Voorzitter, op het gevaar af dat we... laat ik het anders zeggen. De City Deal, Village Deal en de Kleinsma experimenteermogelijkheden, die liggen volgens mij uit elkaar. Dus ik hoorde ze juist op mijn vraag van, gaat het nu over de Kleinsma mogelijkheid of over die andere deals, zal ik maar zeggen, de Village Deals. Noemde u de City Deal? En als u mogelijkheid die Kleinsma biedt voor het experimenteren binnen de participatiewet. Als dat in uw terminologie de city deal is die u gaat onderzoeken, als dat zo is, dan denken wij dat we er goed aan doen om even af te wachten hoe het gesprek met de andere gemeentes eruit ziet. En wij hopen van harte dat als je de koppen bij elkaar steekt en je zet gezamenlijk de schouders eronder en je draagt ook gezamenlijk de kosten, hoe hoog die dan ook zijn, dat daar wellicht een business case uit kan komen. Kort en goed, we houden de motie aan, voorzitter, en wij wachten op andere tijden. Dank u wel. Dank de heer Middelkamp voor deze constructieve bijdrage. En zo eindigen we dit jaar, of dit seizoen, toch nog op een heel plezierige manier. Agendapunt nieuw 8, behandeling van de motie, is hiermee voorbij. Er rest mij nog één moeilijk agendapunt en dat is de sluiting. De vergadering is nog niet gesloten natuurlijk, want ik wil eerst en ieder van u en mezelf uiteraard een heel goede rustperiode toewensen. De mensen die op vakantie gaan, een goede vakantie. Mensen die dat op een andere manier doorbrengen, ook in ieder geval een goede tijd. En we hopen elkaar na de vakantie in goede gezondheid weer terug te zien. Ik heb begrepen van de griffier dat er beneden nog iets staat wat weg moet. Ik bedoel hapjes en drankjes. U bent van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. De vergadering is gesloten.